Een heel goedemorgen en welkom in onze gloednieuwe studio. Ja, helaas wel niet zonder feest, want ook deze uitzending is de oorlog tussen Israël en Gaza en Hamas het hoofdthema. Met stemmen van hier en ter plaatse. Ja, ze willen van de premier weten of ons land kant moet kiezen en hoe landgenoten die vastzitten in Gaza teruggeraken naar België. Maar we praten ook met Rudy Franks in Tel Aviv voor een nieuwe update. En bijzonder ook, de twee ambassadeurs van Israël en Palestina gaan hier straks met elkaar in gesprek. Maar uiteraard hebben we ook nog andere onderwerpen voor u in petto. Zo openen we hier straks de Maagdenclub met Lidewijn Nuiten. Ja, en de film Augure van de Gentse Congolees Balogie is onze inzending voor de Oscars en kende gisteren zijn Belgische première op het Filmfest Gent. En we hebben in deze studio ook een gloednieuw muziekpodium. Dat wordt voor het eerst ingepalmd door Kids with Buns. Maar we beginnen, zoals gezegd, bij de oorlog. Israëlisch premier Netanyahu bezocht gisteren nog de troepen. We mogen geen lijm zeggen. We mogen geen lijm zeggen. Ik zeg wat je. Kulanu, kulanu, otef aza, ria akshav, chevel atkuma. ככה אנחנו נקרא לזה. אנחנו ממשיכים לדרבן את תושבי העיר עזה. רדו דרומה, סעו דרומה מעבר לנחל עזה. חמאס רוצה אתכם כמגן אנושי. זה למען ביטחונכם האישי. אנחנו הולכים לתקוף רחב מאוד בעיר עזה בזמן הקרוב. Ja, en goedemorgen ook aan onze twee eerste sofagasten. Jonathan Weinberger, je bent Joodse. En Amjad Kawari, je bent Palestijn. Jullie wonen allebei hier in België, maar hebben familie daar ter plaatse. Dus wij willen graag zo meteen met jullie hebben over jullie die waanzin daar beleven. Maar we gaan eerst toch eens ter plekke horen. Ja, inderdaad. We gaan naar Rudy Franks in Tel Aviv. Rudy, goeiemorgen. Laten we beginnen bij die grondoorlog. Rudy, die was verwacht, maar plots vanmorgen kwamen meldingen binnen dat het zou uitgesteld zijn. Weet je daar meer over? Ja, en de heel eenvoudige reden lijkt dat het om het slechte weer gaat. Er is hier gisteravond een heel zwaar onweer losgebarsten, overvloed aan regen, bewolking is dicht. Dus de grondoperatie zou eentje zijn vanuit de zee, vanuit de lucht. En vooral vanuit de lucht om de grondoperatie te ondersteunen. Maar het probleem van het slechte weer is dat de vliegtuigen, maar vooral helikopters en zeker drones, moeilijk dat kunnen dan doen, waardoor het een veel gevaarlijker operatie wordt voor de soldaten. En dus bij gevolg wordt die voorlopig uitgesteld. Met één of een paar dagen, zegt men. Dus men doet verder met de voorbereidingen. Maar het echte zware offensief, dat is nu wachten. Ja, daar zit misschien één goede kant aan. De inwoners van Gaza die hebben misschien wat langer de tijd om zich te evacueren van het noorden naar het zuiden. Ja, want de voorbije tijd, dus eigenlijk gisteren en een beetje daarvoor, de dag daarvoor, maar gisteren een venster of een opportuniteit om te vertrekken van 5-6 uur, dat was veel te weinig. Vandaag is opnieuw, nu, een uurtje geleden, een nieuwe mogelijkheid opengelaten door het Israëlisch leger om langs één weg centraal naar het zuiden te trekken. Dat loopt af over een paar uur al, dus een dan zouden de meeste mensen moeten vertrekken. Maar er waren nog honderdduizenden in Gaza-stad en in het noorden. Dat is onvermijdelijk. Dus ja, er is een opportuniteit, maar die is nog beperkt. En niet vergeten, wat Israël ook beslist heeft, is om op dit eigenste moment Sderot, de laatste relatief grote stad op een paar kilometer van de Gazastrook, die wordt ook geëvacueerd. Dus Israëli's moeten daar weg. En daar worden nu trouwens salvo's vanuit Gaza raketten op afgevuurd. We zagen natuurlijk gisteren ook wel al dat de twee zogenaamd veilige routes die toen open waren, ook wel helemaal niet veilig waren, hè? Nee, er is al eigenlijk de dag ervoor al is s'avonds een bericht binnengekomen van Al Jazeera dat er een 70-tal doden gevallen waren op die veilige route. Gisteren bevestigd door Washington Post en BBC, gefactcheckt, dat er daar vele burgers zijn bij omgekomen. Wel, het is heel onduidelijk natuurlijk, omdat je moeilijk ter plekke kan gaan kijken. Maar het Israëlisch leger zegt dat ze het onderzoeken. Men ontkent het ook. Dus het blijft ook onduidelijk. Er zijn ook berichten, ook niet te controleren, dat ook Hamas natuurlijk barrières opwerpt en kleine incidenten uitlokt met explosies. Je weet, heel veel desinformatie en propaganda op dit ogenblik. Maar vooral ook heel veel slachtoffers, ook in de zogenaamd veilige gebieden. De
Inderdaad. Ja, en dan moet die grondoorlog nog starten. Die zal te land, ter zee en in de lucht zijn en zal weken tot maanden duren, zegt Israël. Dat dreigt pas echt heel hard en bloedig te worden, denk ik, hè? Ja, ja, want in mijn herinnering hoe de vorige verlopen zijn en hoe zo'n grondoperatie verloopt. Men zal proberen snel te bewegen, hè, om niet in hinderlagen te vallen, maar uiteindelijk zal men moeten huis na huis, vluchtelingenkamp of dorp, zeg maar, na dorp tot in Gazastad proberen te veroveren. Dat wil zeggen het gevaar van booby traps, valstrikken. Je gaat een huis binnen, kan een valstrik aan zijn, maar eenmaal binnen gaat men via het doorbreken van de muur naar de volgende huizen zo gaan. En zo moet men de tunnels dan binnendringen. Want waar Hamas op rekent, die ook klaar zijn natuurlijk, die zich ook al een jaar en meer voorbereiden, is met troepen in de tunnels die als Israëli's voorbij zijn, boven zouden komen en kunnen aanvallen. We hebben dezelfde technieken bij IS in Syrië en Irak gezien. Dus het is bekend hoe het gaat. Het zal zwaar zijn en het zal een tijd duren, hoor. Ja. Intussen, Rudy, is ook die evacuatie aan de gang, dacht ik, van Belgen die in Israël gestrand waren of mensen met een dubbele nationaliteit. Heb je er zicht op hoe die verloopt? Ja, wel. Vanochtend zijn ze tegen 9 uur naar de luchthaven geroepen. Er zouden 100 of 120 mensen zich uiteindelijk gemeld hebben, zijn ingecheckt. Ja, ik had contact met mensen daar. Zijn ingecheckt door de security. En ik vermoed dat ze nu ongeveer op het vliegtuig aan het stappen zijn om met zo'n Airbus A400M van het Belgisch leger naar Cyprus te vertrekken. Of misschien zelfs rechtstreeks naar Brussel. Dat weet ik niet of er nog een extra vlucht komt of niet. Maar bon, die is dus blijkbaar in volle gang. En gelukt, zou ik zeggen. Ja, oké. We gaan dat zo meteen ook voorleggen aan de premier. Dank je trouwens ook voor de beelden die je net hebt doorgestuurd van die inscheping op de luchthaven. Dank je wel, Rudy Franks. Ja, en dan terug naar jullie, Jonaat en Amjad. Goedemorgen. Jullie hebben allebei familie in de regio zitten. Misschien Amjad, bij jou begin. Je hebt zelf ook, heb ik begrepen, in Gaza gewoond. Ja. Mijn ouders werkten in Saudi-Arabië als leerkrachten en keerden ze terug naar Gaza in 1998. Ik ben daar gewoond van 1998 tot 2019. Mijn hele familie woont daar. Mijn ouders, mijn zussen, mijn broers en hun kinderen. Hebt u daar contact nog mee op dit moment? Lukt het nog? Het laatste videocall contact was 3 dagen geleden en nadien is het gestopt. Door de afbraak van elektriciteit. De hele gsm's zijn plat en ze kunnen nergens hun gsm's opladen. Dus u weet eigenlijk niet waar ze zich nu bevinden, of ze ook evacueren naar het zuiden, wat dan ook. Of ze nog in leven zijn ook. Ja. Ze leven in het zuiden van Gaza. En in de laatste gesprek met mijn moeder zei, is er geen veilige plaats in Gaza, er is geen schuilplaatsen. Dus ze besloten om thuis te blijven met de hoop dat geen bom of raket op hun hoofd gaat vallen. Met een bang hart. Ja. Jonathan, je hebt zelf 4 kinderen. Ik heb begrepen dat 2 van hen met hun vader op het moment dat de waanzin daar losbarstte in Israël waren. Ja, dus mijn zoontje van 9 was samen met mijn ex op bezoek bij mijn dochter, die daar sinds september studeert in Israël. Ja, jouw dochter is daar ook nog altijd. Zij is daar nog altijd. En ze wou daar ook blijven. Ik heb dagelijks contact met haar. Ik vraag haar of ze wil komen. Vandaag beginnen terug online lessen. En zij blijft toch in Jeruzalem zitten, vrij veilig. Ze zit daar bij haar familie, bij haar tante, bij haar neven. En ze blijft toch aanhouden dat ze liever blijft in Israël. En wat zou jij liefst hebben? Om eerlijk te zijn ben ik heel erg in een dilemma van wat nu eigenlijk het veiligst is. Zo voelt het voor mij aan als Joods persoon op dit moment. Zou je het hier onveiliger vinden dan in Jeruzalem? Ik weet niet wat ik moet verwachten, om eerlijk te zijn. Als ik soms zo reacties op het internet lees en hoeveel mensen eigenlijk tevreden zijn met hetgeen dat gebeurd is in Israël, dan ben ik eigenlijk bang, ook hier. Ook hier. Jouw zoontje, die hebben we van de week kunnen ontmoeten op Karawit. Ja. En die heeft ook daar verteld hoe het bij hem daar inderdaad is binnengekomen op het moment zelf in Israël. Ik was in Jeruzalem bij mijn oma. Ik schoot wakker wanneer het gebeurde. Ik ging snel naar de schuilkamer. Ik kon niet nadenken, want het was gewoon zo eng. We konden niet gaan, er waren nog bommen, het was oorlog. Dus we konden niet zomaar met de vliegtuig weggaan, want het is gevaarlijk. En wat wil je het allerliefste dat er zou gebeuren? Vrede. Vrede.
dat wij stoppen, dat zij stoppen, dat er geen blij is met wat zij hebben. Ja, hij zegt het rustig, maar hoe is het met hem? Hoe is het met hem? Ik moet zeggen, toen dat Arwit gekomen is, ik ben eigenlijk ook gewoon geschrokken van hetgeen dat hij zei, want hij heeft me dat niet allemaal verteld. Hij heeft daar zo bepaalde details verteld. Hij is echt bang geweest. Hij doet het goed, hij blijft rustig. Hij zegt ook, heeft ook in het interview heel mooi gezegd, hij kijkt niet naar de media, dat is niet goed voor hem. Hij zegt het ook ergens, ja. Ik ben eigenlijk te jong om dat te mogen. Maar hij eindigt wel met mooie woorden. Hè. Ja. Vrede, vrede, dat zij stoppen, dat wij stoppen. Ja. Ja, ik denk eigenlijk dat de normale burger gewoon geen oorlog wil. Ja, denken jullie dat ook? Want er zijn wel echt heel diepe wonden geslagen door wat er aan beide kanten gebeurd is en nog aan het gebeuren is. Is het voor jullie eigenlijk comfortabel om naast elkaar te zitten? Ja, zeker. Ja. Maar ja, op persoonlijk vlak hebben wij niks tegen elkaar. Het is een politieke probleem eigenlijk. Dus persoonlijk hebben wij niks tegen elkaar. Dan hadden wij een leuk gesprek. Ja, want, en geldt dat voor u ook? Want u zegt, ja, ik ben wel bang. Ik ben bang. Ik ben bang van mensen die reageren, die feest vieren op straat, die met vlaggen naar buiten komen en blij zijn op hetgeen dat gebeurd is. Omdat als je de beelden ziet van wat daar gebeurd is, dat is pure barbarij. Mm. Er zijn daar kinderen onthoofd, mensen in brand gestoken, vrouwen verkracht en vermoord. 1300 dodelijke slachtoffers. Maar langs de andere kant ook, kijk je daar naar de slachtoffers langs beide kanten, zie je dat als inderdaad een slachtoffer is een slachtoffer is een slachtoffer? Maar deze oorlog is niet door ons begonnen. Hè. We zijn eigenlijk met een verschrikkelijke terreuraanslag in een oorlog, opnieuw in een oorlog, terechtgekomen die wij niet willen. En het is keer op keer zo dat wij elke keer worden uitgelokt, elke keer worden aangevallen. En dan moeten wij ook wel natuurlijk reageren. Niemand heeft ooit kritiek gegeven op de manier waarop dat we reageren als Al-Qaeda heeft aangevallen of als ISIS heeft aangevallen. We hebben hier te maken met een terreurorganisatie. Ziet u dat ook zo? Israël wordt uitgelokt? Wat is er gebeurd? Het is verschrikkelijk van de twee kanten. Er zijn aan de Israëlse kant 1300 doodgevallen, maar aan de Palestijnse kant zijn er 2200 doodgevallen, waaronder 800 kind. De Palestijnen zijn echt slachtoffers door zoveel oorlogen sinds 2008. Dit is de vijfde oorlog. In 2008 waren 1200 personen doodgevallen. In 2014, de oorlog van 2014 was 2200 doodgevallen in 51 dagen. Ja. Nu, binnen 8 dagen, zijn meer dan 2200 doodgevallen. Natuurlijk door de actie van Hamas, de terreur van Hamas, 1300 mensen in één dag onaangekondigd. Wat vindt u daarvan? Ik vind het oneerlijk om wat Hamas heeft gedaan als startpunt te beschouwen. Maar veroordeelt u wel wat Hamas heeft gedaan? Zegt u wel ook het is een terreurdaad of staat u ergens toch achter die actie? Hamas is eigenlijk een Palestijnse partij met extreemrechts gedachten die in een groep van Gaza. Maar de reactie van Israël komt tegen de hele inwoners in Gaza. Je kan niet zoveel mensen, 2,3 miljoen personen, straffen door honderdtallen mensen die een actie hebben gedaan. Ja. Dus, dat hoor je nu ook wel meer en meer zeggen. Wat Israël aan het voorbereiden is, is misschien ook wel buitenproportioneel. En is een actie tegen de gewone mensen in Gaza. Ik vraag mij af wat dat men bedoelt met proportioneel. Mm-hmm. Wat is proportioneel? Moeten wij nu juist hetzelfde gaan doen als Hamas? Moeten wij daar binnen dringen, mensen verkrachten, mensen onthoofden? Is dat de bedoeling? Is dat proportioneel? Wat Israël probeert te doen... Het gebied afsluiten voor eten, drinken, medicamenten, energie is natuurlijk wel tegen de bevolking gericht of heeft gevolgen voor de bevolking. Het is niet tegen de bevolking gericht, het is tegen Hamas gericht. Maar ze zijn wel slachtoffer ervan. Het slachtoffer van Hamas. Moest Hamas. Elke keer, elke oorlog wordt telkens uitgelokt door Hamas. En Hamas heeft helaas daar politiek de macht. Wat men zegt wel eens, de mensen die in Gaza wonen, zijn ook gevangen door Hamas. Uw familie woont daar. Hoe,
Hoe ervaren zij het? Willen zij onder Hamas leven? Willen zij ook Hamas weg? Hoe zitten zij erin? Ik zei het, Hamas heeft de macht in Gaza sinds 2007. En Hamas is gewoon een kleine groep die de macht heeft. De hele inwoners zijn niet akkoord met Hamas en de gedachte van Hamas. Maar elke keer worden de inwoners daar slachtoffers door de Israëlse reactie. In 2008 begon Israël Gaza van het noord tot het zuid aan te vallen. In de eerste minuut zijn 120 personen doodgevallen. 2012, zelfde 2014, wordt op het begin van de oorlog een huis naast ons huis gebombardeerd. Ik kan dat nooit vergeten. Ik heb in mijn ogen mensen aan het vliegen van het huis met de afbraak gezien. 12 kinderen zijn doodgevallen. Op het eerste moment, dat was in mijn ogen, dat waren kinderen van gemiddeld 9 jaar. Ik snap als Hamas iets doet en Israël wil reageren of zich verdedigen, maar ik vraag me af, hebben de mensen in Gaza ook de recht om te leven? Ja. Want ze zijn jarenlang onder de belegering van Israël. Gaza is gesloten van alle kanten. De mensen leven tussen de zee en de muur van Israël. En ze kunnen nergens gaan. Als uw zoontje dan in zijn mooie woorden vraagt van ik wil vrede, dat zij stoppen, dat wij stoppen, dat iedereen tevreden is met wat hij heeft, dan is dat nu wel verder af dan ooit zeker? Ik denk, wat we zeker gewoon nodig hebben, is langs de andere kant, langs de Palestijnse kant, eindelijk leiders, gematigde leiders, die echt rond de tafel willen zitten. Hamas is een terreurorganisatie, is ook erkend als terreurorganisatie. Daar kan je niet mee onderhandelen. Wat ik ook nog even wil zeggen, Hamas is aan de macht gebracht door verkiezingen. Hè. Ze zijn verkozen door de Palestijnen in Gaza. Sindsdien zijn er geen verkiezingen meer. Maar waarom, ze kunnen ze ook niet wegstemmen. Maar waarom komt het volk niet in opstand? De laatste verkiezing was 2006 en Hamas heeft de macht afgenomen van de andere partij, Fatah, met geweld. Maar de vraag van mevrouw Wijnberger is inderdaad, waarom komt de bevolking zelf niet in opstand tegen Hamas? Als u inderdaad zegt, het is een kleine groep, er wonen 2 miljoen Palestijnen in Gaza, reageren die niet? De mensen zijn heel bang van de reactie van Hamas. Zij probeerden enkele keren om te betuigen tegen Hamas, maar het is niet gelukt door de reactie van Hamas. Maar Zouden zij dan eigenlijk blij zijn mocht Israël Hamas uitschakelen? Niemand gaat blij zijn om zijn land weer te bezitten. Maar Hamas uitschakelen, zou de bevolking in Gaza dat dan goed vinden? Ik denk de oorzaak om Hamas te zijn, dat is de bezetting van Israël. Als we naar Hamas kijken, Hamas is gewoon in bijwerking door een diepe ziekte die jarenlang, meer dan 50 jaar lang, bestaat. De bezetting van het Palestijnse gebied. En in plaats van naar die bijwerkingen te bekijken en te proberen die te behandelen, moeten wij naar de wortelprobleem bekijken en oplossing te vinden. En ik ben akkoord met het idee dat de twee kanten moeten aan de tafel komen om een oplossing te vinden. Ja. Het geweld produceert geen vrede. Ja. Al vrees ik inderdaad, wat u daarnet ook zei, dat een oplossing zeker niet letterlijk voor morgen zal zijn, maar hopelijk komen er mensen aan tafel aan beide kanten die bereid zijn tot een gesprek. Ja. Want langs beide kanten zit het daar wel moeilijk. Maar toch hartelijk, hartelijk dank om hier samen bij ons te willen getuigen. Dank jullie wel. Ja, dank u wel. Ja, en wat die gruwel in het Midden-Oosten kan betekenen voor ons land, dat kunnen we nu voorleggen aan premier De Croo. Want zijn laatste beleidsverklaring voor de verkiezingen afgelopen dinsdag droeg al de schaduw van die oorlog. Ezrachei Israël, anachu bemilchama. Lo bemivtza, lo besvavim, bemilchama. Yafham el adou. أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى Ik vraag nu een minuut stilte. Voor ik start wil ik eerst mijn diep medeleven betuigen aan de zoveel slachtoffers in Israël en in het Midden-Oosten. Maar vandaag is er maar één kant om te kiezen. Dat is de kant van Israël. Dat is de kant van de democratie. En dat is de kant van het licht.
The Palestinian people are witnessing massacres. This situation is catastrophic. It is ethnic cleansing. We're here. We're not going anywhere. The message that I bring to Israel is this. We will always be there by your side. Goedemorgen, premier De Croo, en ook aan u welkom in onze nieuwe studio. U hebt meegeluisterd met dit gesprek. Hè. Ik vond het zelf een indrukwekkend getuigenis van die mensen, maar tezelfde tijd ook zeer hard, want er is nauwelijks common ground te vinden, denk ik. Ja, ik vond het een bijzonder sterk gesprek van hun beiden. En eigenlijk heel openhartig. Maar de conclusie is, hoe zorg je ervoor dat dit gesprek op politiek niveau kan plaatsvinden. Want eigenlijk de conclusie is, er zijn geen aanknopingspunten om met elkaar te spreken. Ook geen figuren misschien om mee te praten? Vandaag niet, maar wat niet is, kan nog komen. Hè. En die vraag wordt vaak gesteld, aan welke kant staat België? Ja, wij staan aan de kant dat het geweld stopt, dat de terreur stopt. En natuurlijk... Want inderdaad, in uw toespraak in de Kamer had u meteen een oproep om te denken aan de slachtoffers aan beide partijen. Dus niet meteen politieke kleur te bekennen. Wel, kijk, die terroristische acties die zijn gestart door Hamas. En als men vandaag wil dat het geweld stopt, ja, dan kunnen zij stoppen. Als zij morgen stoppen met die raketaanvallen, dan zou dat een belangrijke stap zijn. Als zij morgen alle gijzelaars vrijlaten die volkomen onschuldig zijn, dan zou dat een stap vooruit zijn. Als zij morgen zeggen, kijk, hier zijn we te ver gegaan, dat zou een belangrijke stap vooruit zijn. Ik vind dat men iets te veel de neiging heeft om vandaag te kijken naar wat gaat Israël doen. Ja, dat Israël haar grondgebied en haar burgers beschermt, dat is de logica zelf. Dat Israël vandaag stappen zet om toekomstige terroristische aanslagen stil te leggen. Dat is de logica zelf. Maar dat mag ook niet ten koste van alles gaan. En dat is het tweede luik. Ondanks de gruwelijkheid van een oorlog zijn er wel regels. Er bestaat internationaal humanitair recht. Er bestaat oorlogsregels. En die moeten gerespecteerd worden. En dus elk burgerslachtoffer is er één te veel. Aan beide kanten. En jammer genoeg zitten we er al aan een paar duizend, voornamelijk burgerslachtoffers. Wat vindt u dan toch van de retoriek van Israël? Want je kan zeggen, Hamas, dat zijn terroristen. Maar Israël, dat is een verkozen democratische premier. Dat zijn verkozen ministers die toch ook zeggen, geen water, geen stroom. Het hele volk moet het daar maar voelen, zolang Hamas zich niet overgeeft. We weten ook dat de laatste zullen zijn die zich zo en masse zullen overgeven. Ondertussen leidt die bevolking. Er zijn corridors die op dat moment zelfs ook nog beschoten worden. Wat vindt u dan van het licht om dan Bart Wever te gebruiken? Ik kan alleen maar oproepen om de internationale regels te respecteren en ondanks de gruwelijkheid van een oorlog humanitair recht te respecteren, alles te doen om burgerslachtoffers te vermijden en inderdaad het soort acties tegen de totaliteit van die meer dan 2 miljoen bevolking. Ja, dat gaat te ver. Dat hebben heel veel landen gezegd, dat hebben wij gezegd, dat zeggen de Verenigde Naties. Maar ik begrijp wel dat Israël acties ter plaatse neemt om toekomstige terroristische aanvallen stil te leggen om haar bevolking te verdedigen. Dat begrijp ik wel. Maar die mevrouw zei daarnet, ja, wat is proportioneel? En inderdaad, dat is een aardsmoeilijke vraag. Maar terroristische activiteiten stilleggen om uw eigen bevolking te verdedigen, ja, dat begrijp ik wel. Ja, maar u zegt, hè, we moeten inderdaad geen kant kiezen. Europa lijkt wel kant te kiezen. Hè? Hoofd van de Europese Commissie, mevrouw van der Leyen, is naar Tel Aviv gaan, heeft de hand geschud aan Netanyahu, is eigenlijk zijn vlag bovengehaald. Dat lijkt wel kant kiezen van Europa. Voor mij is er één kant te kiezen en dat is het einde van het conflict. En dat is de enige betrachting die wij moeten hebben. Was dat dan een fout signaal? Nee, kijk, ik heb ook in mijn State of the Union die barbarij veroordeeld. Ik heb ook gezegd dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Ik heb ook gezegd dat Israël het recht heeft om toekomstige aanvallen om die te neutraliseren. Maar ik heb terzelfdertijd ook wel gezegd dat wij alles moeten doen om burgerslachtoffers te vermijden.
en dat we alles moeten doen om ervoor te zorgen dat in ons land mensen in vrede met elkaar samenleven. Kijk, wij leven in een land waar de gedachten vrij zijn. En het recht op betogen is ook een vrijheid die wij hebben. En dat moeten we respecteren. En ik begrijp dat er mensen zijn die er sympathie hebben voor de ene kant en dat er mensen zijn die er sympathie hebben voor de andere kant. Maar er zijn rode lijnen. Aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld en antisemitisme, dat is voorbij de rode lijn. En daar treden we vandaag reeds keihard tegenop. Kunnen wij intussen humanitair iets doen voor de mensen in Gaza? De Europese Commissie heeft de humanitaire steun gisteren verdubbeld van 25 miljoen naar 75 miljoen. Gaan wij ook iets gelijkaardigs doen? Ja, wij maken middelen vrij op het gebied van humanitaire steun. De ontwikkelingshulp die wij hebben in de Palestijnse gebieden, die zetten wij door. Die ontwikkelingshulp, dat is op het gebied van ziekenhuizen, van scholen. Ja, we gaan toch Palestijnen die onschuldig zijn het recht op gezondheidszorg niet ontzeggen. We gaan kinderen toch het recht op onderwijs niet ontzeggen. Het moet nu wel binnen, geraken, hè? Want door die blokkade, ja, wat kun je leveren? Dat is moeilijk. En als je dat goed wil doen, moet je dat in Europees verband doen. En ik denk dat het een goede zaak zou zijn dat wij op heel korte termijn een Europese top zouden hebben. Dat zal via video plaatsvinden. En dat is cruciaal dat we dat doen. Ja, intussen, we zagen het al in de beelden ook van Rudy Franks, is de evacuatie op gang gekomen van een aantal Belgen. U hebt daar wellicht meer zicht op. Over hoeveel mensen gaat het die wij nu op dit moment aan het overbrengen zijn? Ja, dus die vlucht is een vlucht van defensie. Die zou vertrekken 11:45 uit Tel Aviv. Die zou een tussenlanding in Larnaca in Cyprus maken. Daar zijn in totaal 105 plaatsen. Het ziet er naar uit dat die vlucht wel al bijna vol of vol zal zijn. Maar hoeveel juist, ja, dat hangt voor een stuk ook af hoeveel mensen uiteindelijk opdagen. Dat is een eerste vlucht. Als wij zien dat er nog meer gestrande Belgen zijn die nu met commerciële vluchten niet meer terugraken, ja, dan gaan we bijkomende vluchten. Er zitten ook blijkbaar tientallen Belgen vast in Gaza, NGO's of ook een Vlaamse dichteres die daar zit. Bereiken we die mensen? Kunnen we die evacueren? Want die zitten echt vast. Ja, die zitten echt vast. We proberen daarmee in contact te komen. De boodschappen van de Israëlische kant waren dat mensen met een dubbel paspoort, dat die wel de mogelijkheid zouden krijgen om Gaza te verlaten. Het is niet gebeurd, hè? Het is tot nu toe niet gebeurd. En het is natuurlijk een bijzonder gevaarlijke situatie. Ja, wij proberen mensen die gestrand zijn weg te halen, maar natuurlijk op een veilige manier. Maar hebben jullie ergens contact met die Vlamingen in Gaza? Ja, onze diensten proberen contact te hebben en dat lukt relatief goed. Natuurlijk, wij hebben daar niet, zoals wij in Tel Aviv een consulaat hebben, een ambassade hebben en in Jeruzalem een consulaat hebben. Ja, hebben we dat natuurlijk niet daar. Dus het is een stuk moeilijker werken. Intussen, premier, woedt er ook in Europa nog die oorlog tussen Oekraïne en Rusland. U kon van de week ook nog de Oekraïnse president Zelensky ontvangen en dat eindigde in een hartelijke knuffel. Het leek wel een beetje een bromance tussen jullie twee. Well, het is niet de eerste keer dat we elkaar ontmoeten, hè. Al meerdere malen, ook in Kiev. Ja, ik denk dat ik de man 5 of 6 maal ontmoet heb. Natuurlijk, je bouwt wel een relatie op met iemand, zelfs als je die niet ontmoet, omwille van waar die voor staat. Omwille van op welke manier hij er bijna 1,5 jaar in slaagt om zijn eigen bevolking te motiveren en een groot deel van de wereld achter zich te houden. En dus ja, je bouwt daar een andere relatie mee op. En dat is niet op basis van hoeveel keer dat je elkaar ontmoet. Maar misschien wel een beetje op basis van wat u aan te bieden hebt, want hij heeft altijd veel nodig en u kon hem F-16's beloven, maar bij nader toezien natuurlijk pas vanaf 2025 en pas wanneer de volgende regering of de regering in lopende zaken dat nog eens bevestigt. Dus voorlopig is dat wel een beetje een lege doos. Nee, ik denk dat die doos niet zo leeg is. Omdat daar ook nog twee andere aspecten zijn. Punt 1, vorming van de piloten. Wij waren een van de eerste landen die dat toegezegd hebben. En die vorming die is nu aan de gang en we zullen onze toestellen daarvoor gebruiken. Dat zal in Denemarken en in Frankrijk plaatsvinden. Ten tweede, die toestellen op zich, dat is maar stap 1. Je moet ze in de lucht krijgen, in de lucht houden. Dat zijn bijzonder complexe toestellen. Belgische bedrijven zullen een zeer belangrijke rol spelen in het onderhoud van die toestellen en in het opleiden van Oekraïners om het onderhoud te kunnen doen. Over de toestellen zelf.
Tot voor een paar maanden ging men ervan uit dat die Belgische toestellen niet beschikbaar zouden zijn. Wij hebben die zelf nog nodig tot en met 2025. Dan komen onze vervangtoestellen, de F-35's. Na een nieuwe analyse blijkt dat de Belgische F-16's op het einde van de Belgische levensduur wel beschikbaar zullen zijn. Die kunnen beschikbaar zijn van de Oekraïners. Maar het is wel logisch in een democratie dat het finale groen licht, ja, dat behoort toe aan degene die op dat moment aan de macht is. Maar die boodschap is toch een zeer duidelijke. Die toestellen die zullen beschikbaar zijn, die kunnen er beschikbaar zijn van de Oekraïners. En eigenlijk bereidt men zich dat voor. Maar ik wil wel de democratie respecteren. Ja. Natuurlijk. Voor we zo meteen naar de binnenlandse politiek gaan en de begroting, mag ik toch nog even terugkomen op mevrouw Weinberger, die niet goed wist of ze haar dochter in Jeruzalem wil houden of hier, waar dat het veiligste is. En we hebben ook gezien natuurlijk, in Frankrijk is er inderdaad een leraar ook neergestoken door een Tsjetsjeen. Er is ook de vraag vanuit de Joodse gemeenschap hier om toch het terreurniveau terug te doen stijgen. Hoe reageert u op haar opmerking van ik weet eigenlijk niet waar er het veiligst is? Dat zegt wel iets over hoe zij zich voelen. Ik begrijp die... Ik begrijp die vrees. En binnen de Joodse gemeenschap is er natuurlijk een vrees, een spanning. En ik denk dat niemand van ons zich kan inbeelden om op die manier te moeten leven. Wij volgen dat van zeer nabij op. Er is verhoogde politiebescherming bij plaatsen van de Joodse Bart gemeenschap. Bart Wever heeft de indruk, zei hij daarnet op ATV, de burgemeester van Antwerpen, dat eigenlijk hij zelf het zal moeten regelen met zijn eigen politie. Ja. Hij wacht nog altijd op een signaal van mevrouw. Nee, hij zei, ik heb een nietzeggend antwoord teruggekregen van Annelies van. Nee, en ik zal dan nu een zeggend antwoord geven. Die vraag die is er gekomen op vrijdag. We zijn nu bezig met het Antwerp Stadsbestuur om goed te kijken welk soort steun het meest effectief is. Is dat federale reserve? Zijn dat interventieploegen? Zijn dat gespecialiseerde diensten? Dat is allemaal beschikbaar. En laten we kijken op de juiste manier hoe we hen kunnen bijstaan. En er komt hulp. Er komt hulp, maar de politie Antwerpen, en dat is niet de politiek, dat is de politie, daar zijn we nu mee aan het kijken, concreet wat kan het juist zijn. En ten opzichte van wat mevrouw zei, als daar op internet berichten zijn die aanzetten tot geweld, die aanzetten tot haat, die antisemitisch zijn, dan treden wij op. En we hebben dat al gedaan. We hebben in de voorbije dagen hebben wij mensen geïdentificeerd die boodschappen op sociale media hadden gezet. Ziet u een grote toename? Die aanzetten tot geweld. En we zijn tussengekomen, die mensen zijn geïdentificeerd en we zijn daar tussengekomen. Ziet u dat toenemen? We zien natuurlijk wel de gespannen retoriek toenemen op sociale media, zeker. Maar wij komen veel tussen en we maken dat niet altijd publiek. Maar er zijn in de voorbije dagen een aantal instanties geweest waar wij mensen geïdentificeerd hebben, tussengekomen zijn en actie genomen hebben. En we zullen dat verder doen. Zoals ik zei, in ons land, de gedachten zijn vrij, de sympathieën zijn vrij. Maar er zijn rode lijnen en dat gaan we gaan dat niet, niet aanvaarden dat men erover gaat. Er was van de week nog wel een puntje, om het zo te zeggen, namelijk uw laatste State of the Union van deze regering, laatste begroting ook. Er is voor ongeveer 1,2 miljard aan maatregelen genomen met hier en daar nog wat nieuwe initiatieven. Maar ja, u hebt het gehoord, de oppositie was bepaald niet onder de indruk. Velen hebben beloften gemaakt, deze regering heeft beloften ingelost. Wat is de slotsom van Vivaldi? Want er gaat niks meer komen. We zijn aan de slotsom. Wat is de slotsom van Vivaldi? Binnen België is hervormen absoluut onmogelijk. En België is een luxe die we ons niet langer kunnen permitteren. Ja, dat is de oppositie, premier. Maar uw eigen minister Van Petegem vandaag in De Zondag, die zegt de grote hervormingen op vlak van pensioenen, gezondheidszorg, arbeidsmarkt en fiscaliteit zijn voor de volgende regering. Dat is het eerlijke verhaal, volgens mij. Nou, misschien eerst op Peter De Rover reageren. Ja, natuurlijk. Meneer De Rover die wil het einde van het land. Die heeft gewoon een fundamenteel andere mening. Hij zal elke reden die hij kan vinden om te zeggen het einde van België gaat hij gebruiken. Dus daar, ja, dat is de logica zelf. Kijk, deze regering geeft in periode van 3 ongeziene crisissen de hervormingen gedaan die je in die crisissen moet doen.
En misschien heel kort over de beloftes. Hè? Ja, we hebben de pensioenen verhoogd en we hebben de kosten van de vergrijzing naar beneden gehaald. En we hebben aan een aantal heilige huisjes hervormd, zoals de Perikwaas. Maar misschien onvoldoende. Maar als ik toch maar een stukje... Maar het is misschien toch onvoldoende. Dan mag ik die 5 geven, ja. En dan zal ik ook aangeven wat we niet gedaan hebben. We hebben de kerncentrales verlengd. Er is heel veel over gesproken. We hebben dat wel gedaan. Er zijn 300.000 jobs gecreëerd op het gebied van arbeidsongeschiktheid. We hebben 100.000 mensen die bezig zijn om terug naar een job te gaan. En de flexijobs is een fundamentele flexibilisering van onze arbeidsmarkt. Dus van Peter ziet het zwart in. We hebben de concurrentiekracht gerespecteerd door 2 maal de loonnorm te doen. En we hebben een minister van Justitie die ervoor zorgt dat gevangenisstraffen worden uitgesproken. Wat we niet gedaan hebben, is de fiscale hervorming. Dat is correct. Omdat op een moment als dit een hervorming doen die ons budgetair zwaar in het rood zou brengen, dat kun je niet doen. Op dit moment kan je dat niet doen en moet je als land ook begrijpen wat doe je in een crisis en wat kan je niet in een crisis doen. En als we in de komende jaren uit die crisisperiode zijn, inderdaad, dan kan men stappen zetten naar verdere hervormingen. Maar u zei zelf gisteren, zei zelf gisteren in het laatste nieuws, ik had meer willen doen. Nee, wat ik in het laatste nieuws gezegd heb, is ten opzichte van de methode. Inderdaad, ik had aangegeven, ik wil dat hier een ploeg staat die elkaar verdedigt. En ja, daar stel ik vast dat soms partijen met elkaar binnen de regering met elkaar in de aanval gegaan zijn. Ja. En dat vind ik jammer, dat is niet mijn stijl, ik heb dat nooit gedaan. Ik zal altijd mijn volledige regering verdedigen. Ja. Maar opnieuw, hervormingen in een periode van 3 jaar, waar 3 crisissen op elkaar zijn gevallen, die hervormingen... Die hebben plaatsgevonden. En kijk naar de cijfers. Werkgelegenheidsgraad is meer gestegen dan in vorige regeringen. En ja, als je uit crisissen gaat, dat je verdere stappen moet zetten. Dan ben ik het eens met meneer Van Petegem. Maar op dit moment, in volle crisis, hebben we de 5 dingen gedaan die we gezegd hebben, die hebben we ook gerealiseerd. Nu, laten we ook niet vergeten, de andere Europese landen waren denk ik ook in crisis. En toch, als we dan kijken ook naar het bilan, het begrotingstekort boven de 5%, andere landen in Europa doen dat wel een pak. Even, mag ik even daarop? Begrotingstekort boven de 5%, u zegt dat. Gezamenlijk België. Nee, absoluut niet. Het begrotingstekort zal 4,2% zijn voor de volledige verzameling België. Moet je daar dan tevreden mee? Nee, maar eventjes. U moet wel de juiste cijfers gebruiken. Het cijfer dat u gebruikt is niet zo. En we zullen wel zien, men zegt, als je kijkt naar de begrotingen van Frankrijk, van Italië, van een aantal andere landen, ik wil wel eens zien waar ze zullen eindigen. Maar mag ik dan een ander cijfer gebruiken? Het agentschap voor de schuld, vrijdag bekendgemaakt, staatsschuld van 512 miljard euro. Dat klopt toch? Ja, maar er is een tijdelijk effect van stijging van de staatsschuld door het succes van de staatsbon. Ook daar, gebruik de juiste feiten. Wat het agentschap van de schuld gezegd heeft, is er is een tijdelijke stijging omwille van de staatsbon. Dan kom je nog altijd bijna aan 500 miljard, hè, als je dat eraf trekt. Ja, zoals ik ook in mijn State of the Union gezegd heb, saneren en het afbouwen van de staatsschuld, dat doe je stap voor stap. Als men de komende 2 jaar... dezelfde stappen zet als wij de voorbije 3 jaar gedaan hebben, dan zitten wij in 2026 binnen de Maastricht-normen. En dus wat wij met deze regering aangeven, is dat in volle crisis hebben wij die stappen gezet. In 2022-2023 hebben we 0,9% gedaan. Voor volgend jaar gaan we 0,8% doen. Maar als je in 2025 en in 2026 exact hetzelfde doet, hopelijk in een periode waar we minder in een crisis zullen zitten, dan zullen wij binnen de Maastricht-norm zijn. En dus, het is perfect mogelijk. En je moet niet, zoals meneer De Rover, gaan zeggen dat het einde van België de enige oplossing is. En meneer Van Petegem geeft aan dat als wij in een periode zijn waar er mindere crisissen zijn, dan verdere hervormingen nodig zijn. Ja. Natuurlijk, en ik zal daar een partner in zijn. Dus ik zie hier een tevreden premier. Zit hier ook een tevreden liberaal? Ja, want in elke regering waar liberalen zitten, drukken wij onze stempel. Als je nu kijkt naar de laatste begroting, dit is een begroting waar men gezegd had, je moet 1,2 miljard doen. Heel velen hadden gezegd, premier, jij zult dat niet doen. We hebben dat wel gedaan. We hebben dat gedaan op een manier waar we werken, ondernemen en sparen volledig uit de oefening gehaald hebben. En we hebben met de flexijobs een fundamentele flexibilisering van onze arbeidsmarkt gedaan. Dus hebben wij gewogen als liberalen? Maar dat straalt wel niet af uit uw partij, want als we daar eens enkele cijfers bij halen, de verkiezingen van 2019, 13,1%. De laatste peiling van VRT Nieuws en De Standaard, 9,3%. En dan van de week peiling van RTBF nog 7,9%.
De mensen lijken niet te volgen. De vraag is of je dat in 7 maanden nog gekeerd krijgt. Dat zijn geen goede peilingen. En ik zou... Dat zijn slechte peilingen. Ja, dat zijn slechte peilingen. Ik zou ganse dagen daar kunnen mee bezig zijn en daar allerlei bespiegelingen over doen. Of ik zou kunnen doen wat je van een premier verwacht en dat zijn werk doen. Maar u bent daar ook mee bezig, neem ik aan. Ja, ik zie dat. Maar van mij, wat heb ik in mijn handen? Ervoor zorgen u bent het boegbeeld. Zorgen dat ik als premier mijn werk doe en zorgen dat mijn regering zijn werk doet. En deze begroting heeft getoond dat we ons werk doen. Deze begroting heeft zich gedaan tijdens een moment waar er inderdaad peilingen waren. En er zijn er heel veel die daar allerlei beschouwingen over doen. En ik heb intussen mijn werk gedaan. En ik heb meneer De Rover dat ook horen zeggen. Dit is het laatste wapenfeit. Weet u, meneer De Rover heeft dat vorig jaar ook gezegd. Vorig jaar heeft hij gezegd, de begroting die je toen gemaakt hebt, is zijn laatste wapenfeit. Het is nooit een laatste wapenfeit. Een regering die blijft werken. En tot 9 juni zullen wij blijven werken. En ik zal op dat moment tonen dat er een palmares is. En dan is het aan de mensen om een keuze te maken. Maar mogen de mensen op 9 juni toch nog een keer zelf kiezen? Maar intussen schrijft en gaat Isabel... men stoppen met peilingen als voor een werkelijkheid te nemen? De enige werkelijkheid die telt, is de verkiezing. Intussen schrijft Isabel Albers gisteren premier zonder partij. Dat denk ik niet. Dat is een mening. En maar mevrouw, loopt zoals er wel veel weg mag uit ik nu partij, toch, mag ik nu toch eens een zin afmaken? Ja, maar... Mevrouw Albers mag een mening hebben. En dat zijn, zoals ik gezegd heb, we zijn een land waar de meningen vrij zijn. Maar ik zal met de feiten wel bewijzen op 9 juni dat de feiten anders zijn. Er zijn toch een aantal partijleden die ondertussen opstappen. Meestal is dat geen goed teken, hè, als mensen het schip verlaten. Goh, maar dat gaat over iemand lokaal die toch een relatief beperkte rol speelt. Wat ik zie meneer Steur is opgestapt, mevrouw Ampen is opgestapt. Ja, maar als je nu kijkt naar degenen die partij dragen en degenen die aantonen week na week dat om te even welke regering er is, dat wij als liberalen wegen. In Vlaanderen heeft men ook een begroting gemaakt. Wel, wat is daaruit gekomen? Er is een jobbonus uitgekomen die ervoor zorgt dat mensen die werken, dat ze daar meer aan overhouden. We hebben een begroting gemaakt. Dat is een begroting die de economie volledig vrijwaart en die een vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt doet, waar zelfs de N-VA van zegt, eigenlijk is dat een goede maatregel. Ja, dat is wat wij doen. Wij wegen op regeringen. Maar alsjeblieft, laat mensen de keuze maken op het moment dat ze naar het volledige palmares kunnen kijken. En dat we ook aangeven wat de volgende stap is. En de rest is dan de toekomst voor 9 juni volgend jaar. Dank u wel, premier De Croo. Plezier. Goedemorgen, het is zondagochtend. Het is hier nog heel rustig. Ik ga ontbijten en vertrek dan naar Brussel voor een gesprek bij de Zevende Dag over de situatie in Israël en Palestina. Tot straks. Goedendag iedereen, het is Balogi. Ik zie je straks op de Zevende Dag. Correct? De Zevende Dag, ja. Op de Zevende Dag. Tot straks. Ja, how bad can it be? Nieuw werk van Kids with Buns. En ze zitten hier bij ons, Marie en Amber. Goedemorgen. Jullie waren hier in 2022 bij het uitbreken van conflict tussen Rusland en Oekraïne. Nu oorlog in Gaza. Dus ik weet het intussen, hè, als we jullie uitnodigen, Marie, dan is er iets op til. Ja, een beetje wel. Maar wat er ook op til is, is jullie nieuwe album, hè, voorgesteld van de week in Brussel, maar ook in Utrecht, op vrijdag de 13e. Ja. Dat is het meteen groot zien naar Nederland. Hup. Ja, we hadden dat eigenlijk niet verwacht dat het in Nederland zo ging aanslaan. Zeker omdat we, dat is nu met het album wel veranderd, maar vroeger wel heel intieme, kwetsbare muziek maakten. En The Dutch Disease is wel zo een roddel dat rondgaat dat Nederlanders heel veel babbelen. We hebben daar nooit last van gehad eigenlijk. Ja. Die zijn altijd heel, heel fijn geweest. En we hebben afgelopen voorjaar een Nederlandse tour ook gedaan. En dat was ongelooflijk hoe die tickets ineens superveel verkochten in Nederland. Zoveel te beter, hè? Jullie brengen wat jullie zelf noemen bedroom indie pop. Ik denk dat veel kijkers denken,
klinkt sexy, maar wat? We zijn ooit gestart echt letterlijk gewoon op kot bij Amber, zonder repetitiekot. We hadden allebei geen muzikale vooropleidingen. Ja. En dat is heel klein begonnen. En zo was de klank van onze muziek ook wel. Maar ondertussen zijn we al iets meer beginnen rocken. Iets meer beginnen rocken. En hebben we repetitiekot. Ja. Maar de plaat heet Out of Place. Ja. Hè? Ja. Voelen jullie zich wat out of place dan? Gaat het daarover, over dat gevoel? Ja, soms wel. De plaat gaat vooral over opgroeien en over je een beetje de vreemde eend in de bijt voelen. In dat buitenbeentje zo. Maar dat liedje dat jullie zo meteen gaan brengen, waar we de clip daarnet van zagen, How Bad Can It Be, gaat over een meisje dat voor het eerst verliefd wordt op een ander meisje. Ik zou denken, dat is al lang niet meer out of place. Of voelt het toch nog zo aan? Op zich niet per se, maar ik denk dat dat proces om dat zelf te accepteren en zo, dat dat bij iedereen toch nog heel hard verschilt. En we hebben soms echt nog fans die na onze show iets komen zeggen en die vertellen dat die toch nog het er heel moeilijk mee hebben en om dat naar buiten te brengen en dat voor zichzelf nog houden. Ja, tieners zijn hard voor elkaar en ik denk dat we dat soms vergeten. Ja. Ja, en jullie een beetje meisjes met een missie dan om zo te tonen van, ook misschien om ja, want mensen mailen en komen naar jullie een soort boegbeelden te zijn of aanspreekpunten dat jullie misschien zelf te weinig ook hadden? Ik denk dat dat vooral... Want de enige reden waarom we er zo open over zijn, is echt omdat we weten dat het mensen helpt. We horen die mensen ook echt regelmatig. Ja. En ik denk niet per se dat we een missie hebben of zo, maar dat het is wel gewoon... We zijn er comfortabel genoeg mee om het te delen. En als het mensen helpt, waarom niet? Ja. De cover is ook geweldig, hè? Een knuffel met twee hoofden. Yes. En dat bestaat echt. Ja, ja, dat tegenwoordig echt. Kan je alles online maken. Ja, had je kunt. Het bestaat geen AI. Echt. Waarom? Is dat een echte knuffel van jullie of gecreëerd voor de plaat? Speciaal gecreëerd voor de plaat. Ja. Met behulp van mijn fantastische Liesnuits. Liesnuits. Omdat de beer deed ons heel erg denken aan zo opgroeien en het loslaten van je jeugd en tienerjaren. En anderzijds hebben we ook een beetje een rare beer gemaakt. We hadden dat zo heel visueel voorstellen. Hè. Ja. Op het eerste zicht denk je, oh, een teddybeer en dan oei. En dat staat dan heel hard voor je, zo wat de weirdo voelen in dat opgroeien. En ja, we hebben dan gekozen voor twee hoofden, omdat we ook wel een beetje een Siamese tweeling geworden zijn de afgelopen jaren. Wel eentje met bun en eentje zonder. Maar ik merk ook dat ondanks alles inderdaad, de rommel soms in ons hoofd, er toch heel veel humor en licht zit bij jullie twee. Ik denk dat we allemaal opgewarmd zijn. En klaar voor het nieuwe podium. Ik zou zeggen, Amber en Marie, ga er alvast heen. En het is geen grote scène zoals Pukkelpop, waar ze intussen ook al eens gewoon gaan spelen in de zomer. Maar het is wel toch de eerste band die ons gloednieuwe podium hier mag inwijden. En daar zijn we heel blij om. Hier zijn Kids with Buns en How Bad Could It Be?
across the border. Are we still friends? You're coming closer. Stick around in my hand. Stuck in the middle. Ja, muziek verzacht de zeden en dat is vandaag wel heel hard nodig, want we moeten terug naar de oorlog tussen Hamas en Israël. Oorlog die de wereld in zijn greep houdt. In onze studio zijn intussen onze politieke gasten voor het debat zo meteen al binnengekomen. Een tafel straks met niks dan Antwerpse politici te hebben over hoe deze oorlog ook ons publiek debat bepaalt. Ja, maar eerst hier aan tafel, en dat is toch wel bijzonder, de ambassadeur van Israël, Edith Rosenzweig Abu. Good morning, madam ambassador. Thank you for joining us here. En aan de andere kant de Palestijnse vertegenwoordiger bij de EU, Hassan Al-Balawi. Aussi, bonjour à vous. Bonjour, madame. Soyez le bienvenu sur notre Merci. Plateau. De vragen gaan we in het Engels stellen, omdat beide Engels begrijpen. Maar meneer Al-Balawi die gaat in het Frans, in Nederlands, dat zou geweldig zijn, in het Frans antwoorden. First of all, a question to you. We are very pleased to have you here in these difficult circumstances. We appreciate it very much. You just had one condition. You asked not to sit aside of the Israeli ambassador. Is this too hard for the moment for you? D'abord, merci. Mon premier mot, d'abord, c'est de m'associer au discours, à ce qu'a dit monsieur le premier ministre tout à l'heure. Oui. Je n'ai pas tout compris. De toute la conversation. Je pense que l'une des gens m'ont traduit un petit peu. Lorsqu'on lui a posé la question, vous êtes pour qui ? Mm-hmm. Vous êtes pour Israël ou vous êtes pour la Palestine ? Elle a répondu, je suis pour le camp de la paix. Et donc, ici, moi, comme représentant du peuple palestinien de la Palestine, je suis pour la paix. Mais la paix, c'est dans la légalité. La paix, c'est dans, okay. Dans le droit international. Si je ne voulais pas m'asseoir à côté de l'ambassadeur d'Israël, ce n'est pas parce que je n'ai pas de respect pour elle. Non, pas du tout. Ce que pour le moment, madame l'ambassadeur de la puissance d'occupation israélienne, et quand je dis madame l'ambassadrice de la puissance d'occupation israélienne, j'utilise un terme juridique. Je ne l'insulte pas. C'est un terme juridique dans le droit international. Elle représente la puissance de l'occupation israélienne. Le jour où on sera État palestinien indépendant, sur les frontières de juin 67, à côté de ça, à ce moment-là, je peux m'asseoir avec elle et je peux la saluer aussi. Yeah. Pour le moment, elle représente l'occupation et moi, je représente un peuple sous occupation. Do you accept that you represent the occupying entity? Today, we are fighting jihadist terror. On this day, we are both on the same side. I would like to remind you that in 2006, Hamas tried to assassinate Mahmoud Abbas. We are both on the same side? On this day. Hamas is the worst thing that has happened to the Palestinian people. The foreign minister, Hajar Al-Habib, said it herself as well. Hamas, supporting Hamas because you support the Palestinian people is like supporting Taliban because you support the people of Afghanistan. We are today fighting an organization that supports jihadists, the same jihadist ideology as Daesh and as Al-Qaeda. And on this sense, I'm sorry, it's a very emotional day today. On this sense, Hamas has killed many PLO persons. In 2007, when he took over the Gaza, he threw PLO heads of the PLO from the roofs of the buildings. The PLO itself tried to assassinate the head of Hamas in Gaza in the end of 2006. We are talking about an organization that works against Palestinians, that works against women, that works against children, that works against Israelis, and now also trying to work against people all over the world. We saw Khaled Mashal calling for a rage day all over the world. Yeah. Do you understand? Madam Ambassador, actually makes a difference between Hamas and the Palestinian authorities. You're representing anti-Palestinian people. Is it possible for the Palestinian authorities also to condemn the attacks of Hamas? Bon, je voudrais rappeler à son excellence, Madame l'ambassadeur de la puissance d'occupation israélienne, que le mouvement de résistance islamique Hamas, il est né en 1988.
Et la question palestinienne, la cause palestinienne, date depuis 29 novembre 1947. Mais est-ce que vous condamnez les actes? J'arrive, madame. J'arrive. Laissez-moi, s'il vous plaît. J'arrive. Donc, le fond de la question, c'est justement ce que la question palestinienne, c'est depuis 1948. Depuis cette date-là, malheureusement, il y a des centaines de résolutions des Nations Unies qui ont été complètement niées, complètement bafouées. Dans ce sens-là, ce qui se passait à Gaza le 7 octobre n'est pas isolé de ce contexte total de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, je suis vraiment désolé. J'ai des gens qui vivent à Gaza. J'ai partie de ma famille qui vit à Gaza. Aujourd'hui, le ministre israélien, les responsables israéliens disent clairement et nettement qu'ils vont. Et d'ailleurs, le président de l'État d'Israël l'a déclaré il y a quelques heures. Mais on va parler de J'arrive. Mais arriver à répondre à ma question. J'arrive. Est-ce que vous pouvez condamner les attaques de Hamas ou c'est impossible? Non, il n'y a aucun problème. Le président Mahmoud Abbas a rejeté tous les actes qui touchent les civils, quels qu'ils soient, palestiniens et israéliens. Le problème ici, malheureusement, en Europe, c'est qu'on s'inquiète que uniquement pour la partie israélienne. Mais on ne s'inquiète pas pour la partie palestinienne. Il y a plus de 2 300 000 Palestiniens aujourd'hui qui vivent sous bombardement actuel, régulier. Il y a une tuerie. Les responsables israéliens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous avez 1 million. Ils avertissent, ils demandent à 1 million 100 000 Palestiniens qui vivent dans le nord de Gaza de partir, d'aller dans le sud de Gaza. Il y a des gens qui sont partis, ont été frappés. Ça s'appelle, en droit, madame, ça s'appelle épuration ethnique. Et donc, les Israéliens, les forces d'occupation israéliennes, qu'est-ce qu'ils disent aux Palestiniens? Où vous partez? Et si vous ne partez pas, vous mourrez. On va vous assassiner. Et d'ailleurs, c'est le président de l'État d'Israël qui l'a dit. Le président de l'État d'Israël, elle l'a dit, vous, en tant que peuple palestinien, vous avez Hamas, donc vous méritez ce qui est en train de vous arriver. Donc là, c'est une déclaration. Okay, two questions on this to elaborate for you. First of all, the proposition of Mahmoud Abbas, who rejects the actions, the terror by Hamas in Israel, is that a good point for you? Would that give eventually a basis for talks? I would like to first address what the Palestinian representative said. I would like to remind everyone that Hamas did his worst terror attacks, worst until this one, when the Oslo agreements were signed. So after the Oslo agreement was signed and we had the most left-wing government in Israel and we made a big step towards peace, Hamas exploded buses in Israel every 2 days. So the Hamas is not concerned with the Palestinians. They say so. They say so in Arabic, they say so in English, they say so in French, they say so in writing, in the constitution. Middle East free of Jews. Mm-hmm. Islamic rule, Islamic law. Islamic law, it's exactly like ISIS. But of course, the Palestinian president, Mr. Abbas, is not Hamas, and he rejects the actions of Hamas. Is that a good thing for you? That is very important. That is very important. It is important that every leader, and it is very important that the Palestinian leader differentiate the Palestinian people from the people who raped women and killed them, who first burnt the baby in front of the parents and then shot the parents so they can see it, and put everything on live TV and issue those. We were not there to take those horrible movies that are circulating right now. But maybe you can also throw in something the Minister of Defense said in your country at the start of the war, when he was talking about what was going to happen and the words he used to talk about that. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם. When we call people animals, when we dehumanize them, we all know in history what can happen. He says that no energy, everything is going to be cut off for the whole population. Is that kind of language the way to go in Three a conflict points, like this? Please. One, we are faced with huge psychological warfare from Hamas, and we need to send a message for Hamas that is according to that. One. Second, he did not make a difference between Hamas and the Palestinians in his sentence. He is the Minister of Defense. He is running a war. He is busy in talking to the militants on the other side. But I would like to say something. There are two crossings from Gaza to Egypt. With all the panel of the good people waiting outside to be interviewed, I did not see one Egyptian.
The Egyptians can open and put in humanitarian aid and they can let the civilians out. Israel has defined an area that it will not bomb for the civilians to go. Who bombed the convoys? The Hamas. Who stopped the convoys? There are aerial photos. The Hamas. Why don't the Egyptians open the border? But do you also because see them as Just one second. Why doesn't the Egyptians open the border? Because they are afraid of the global jihad of Hamas. If it was Hamas against the Israelis, if it was about the Palestinian questions, the Egyptians would not have any problem opening the border. So this is a, and he called them animals because at that day when he saw that, we had burnt babies, we had pregnant women with a belly cut, we had families that were burnt to death, we had elderly that they opened her Facebook Live and broadcasted to her family how they're killing her. We had babies separated from the head by shovels. On that day, we could see nothing but animals. Yes. You, on the other hand, you have used the terms of ethnic purification. Yes. Is that what you fear is going to happen in the next coming days or weeks? Tout à fait. D'abord, je voudrais juste nuancer ce qu'a dit exactement le président Mahmoud Abbas. Le président Mahmoud Abbas, il a dit « Je rejette toutes les attaques contre les civils, qu'ils soient palestiniennes ou israéliennes. Mm-hmm. En même temps, je demande à la communauté internationale de l'envoi d'une force de protection internationale. » Donc, maintenant, je voudrais juste dire par rapport à l'histoire de retrait et de l'accord de paix. Nous, en tant qu'OLP, Organisation de libération de la Palestine, qui représente le peuple palestinien, l'ensemble du peuple palestinien, nous avons signé un accord avec Israël, le 93. Et nous avons reconnu Israël. Et nous avons accepté que le territoire de l'État de Palestine sera 22% sur la totale, sur la terre historique de la Palestine. Il n'y a pas un mouvement de libération nationale dans le monde qui a accepté des conditions comme nous l'avons accepté. À l'époque, lorsque nous avons signé la paix entre le Premier ministre Rabin et le président Yasser Arafat, il y avait 150 000 colons. Aujourd'hui, il y a plus de 800 000 colons. Mmh. À l'époque où il y avait un retrait progressif des forces d'occupation israéliennes, quand il y avait des éléments de Hamas qui essayaient d'attaquer des objectifs israéliens, non seulement on les condamnait, mais ensuite on les arrêtait et on les mettait dans la prison. Lorsqu'il y avait un processus de paix, lorsqu'on avait de l'autre côté, à l'époque, le Premier ministre Rabin, lorsqu'on avait un partenaire, malheureusement, on n'a plus de partenaire. Les partenaires aujourd'hui qui sont comme Israël, c'est comme ce monsieur le ministre de la Défense qui traite les Palestiniens comme animaux. C'est comme ce ministre, c'est comme monsieur Ben Gafir, c'est comme monsieur Zemrich qui nie l'existence du peuple palestinien. Aujourd'hui, j'ai utilisé le terme opération ethnique, effectivement, parce que ce que demande Israël aujourd'hui, en parlant de l'Égypte. Et d'ailleurs, un ministre israélien l'a déclaré, le ministre des Affaires étrangères israélien l'a déclaré il y a quelques heures sur une chaîne de télévision. Et il a dit qu'il faut que l'Égypte accepte le transfert de 2 millions de Palestiniens en Sinaï, comme des gens ont accueilli déjà le Turc, comme la Turquie a accueilli le Sinaï. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est un deuxième Nakba. En 1948, vous le savez, on a eu plus de 800 000 Palestiniens qui ont été chassés de leurs villes et villages. Et c'est comme ça qu'est née la question des réfugiés palestiniens. On a eu plus de 500 villages qui ont été détruits. On a eu plus de 50 massacres, madame. 50 massacres qui ont été commis. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux Australiens qui disent que ce n'est pas nous. Donc, nous sommes en face. Let's try to look for a way out, maybe. Je termine. Is there a possibility that Israel would refrain from this ground offensive, that there would be a very sudden ceasefire? I would like to say, when the Americans were attacking ISIS, they bombarded Mosul and Raqqa extensively. Did civilians die in these attacks? Yeah. They asked the civilians to evacuate. Do you say we have that same right then? Did civilians die? Yes. Did the Americans did everything they can? Also, the Belgians were part of that coalition. Did they do everything they can to avoid civilians? Yes. Did civilians die? Yes. More than the 170-something that died in Paris and in Belgium? Yes. Is the world a safer place now that the U.S. has eradicated ISIS? Yes. Will the world be a safer place without Hamas? The world will be... Look now, I was sitting in the back, I was looking at you interviewing your prime minister. And the prime minister was talking extensively about the situation in Belgium. Why is that? Because there is Hamas here.
There are organizations here like Samidun that are calling to join the armed resistance. There is a fear that is Arras. Arras in France. Arras is Hamas. Yes. So if it is not stopped, is it Hamas? It's the ideology. But, Mrs. Ambassador, they also say that even if you would be able to hurt Hamas profoundly, with all the children and all the families now also being hurt in Gaza, this could also be the start of a new, even more dramatic organization. Is that a way to stop the violence? Maybe it can only lead to another organization, even more fanatic. Is that also something you have to bear in mind? The only way to stop organizations like Daesh and like Al-Qaeda is to forcibly stop them. We have defined a safe zone. We have defined safe routes. We have called for Egypt to open. We are asking civilians to evacuate. So it's a catch-22. If you tell them to evacuate, then it's a Nakba. And if you don't tell them to evacuate and they stay there, then they are the human shield of this double war crime that Hamas is under. Every video that I have from Gaza of fires, rockets fire, is from within civilian population. Yeah. Every single video, from the courtyards of hospitals, from on top of mosques, from next to UNRWA compounds, every Hamas, we have aerial photos on my Twitter, a convoy trying to, and two Hamas cars stopping it. The defenders of the Palestinian people, the resistance. Yeah, and also maybe there's also the issue of the hostages, which are also innocent people. You're always talking about the innocent Palestinian, but Hamas took innocent Israeli down to Gaza as well. That could be also a signal that to release them at least. Votre collègue a posé une question intéressante. Je reviendrai sur cette question, mais je voudrais réagir à la question. C'est-à-dire, y a-t-il une chance? Moi, je pense que si j'ai accepté de m'asseoir en face de son Excellence, Madame l'Ambassadeur de la puissance de l'occupation, c'est pour lui dire yeux dans les yeux, directement. Ce que, Madame, vous pouvez tout faire. Vous êtes la première armée dans le monde. Vous êtes une puissance militaire, économique, médiatique, importante. Ça fait presque un siècle que nous essayons de nous le battre. Nous nous sommes mis d'accord, nous avons fait les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo que nous avons signés ensemble, c'était de faire la paix, la justice possible, et non pas la justice absolue. La justice possible, c'est la légalité sur le droit international. Nous avons accepté à l'État sur 22% de notre terre. Nous vous avons reconnu. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Please. Donc, nous avons accepté ça. Vous ne pouvez pas, la solution ne peut pas être militaire. Vous avez essayé dans le passé de faire une solution militaire. Vous avez échoué. Et vous allez échouer maintenant. Vous pouvez tuer tout le monde à Gaza. Et d'ailleurs, vous êtes en train de le faire. Il y a tous les jours, le nombre de morts dépasse 3000. Le nombre des enfants, plus de 2000. La solution, madame, ne peut être que politique. Et la solution politique, c'est dans le cadre de l'égalité. Ça ne sert à rien de dire Hamas a fait ceci. Je peux vous raconter tous les atrocités. Je termine. Je peux vous raconter tous les atrocités commises par les forces d'occupation. Ça ne sert à rien, ce discours de haine. Ce qui est important, c'est l'application de droit international. C'est de revenir à la paix, la paix dans la justice. We have signed the Oslo agreements. I was there. I was in the streets supporting the Oslo agreements. And then buses exploded. Two buses per week. Restaurants exploded. We had more casualties after the Oslo agreements than we had before the Oslo agreements. Then we went into Camp David with Barak. And then there was more violence, much more violence. We took the settlements, you are talking about the settlements, we took the settlements out of Gaza in 2006, and we got more terror, more violence. What are you talking about? I'm telling you, this is not. We are dealing with Hamas as a jihadist terror. Also, again, it is also against the Palestinian people. It is also against the Belgian people. We need to deal with Hamas like you deal with Daesh and like you deal with Al-Qaeda. Okay. Thank you. It's a difficult conversation. I'm very sorry. It's a very we will not solve the conflict. Very I think hard today. Conversation. But thank you very much for participating. Thank you. Absoluut. Dan moeten we ook hier bij ons ondubbelzinnig de kant van Israël kiezen, zoals de Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever het zei. Of mogen we ook de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden niet uit het oog verliezen? Politiek België lijkt hierover verdeeld, net als de publieke opinie.
Men mag denken over de complexe problemen van het Midden-Oosten wat men wil. Maar vandaag is er maar één kant om te kiezen. Dat is de kant van Israël. Dat is de kant van de democratie. Dat is de kant van het licht. Ik heb de oorlog meegemaakt. Ik ben 84. Ik heb nog geen dag angst gehad in België. Vandaag ook niet, nu? Vandaag ook niet. Wij zijn Belgen en dan zie ik niet waarom dat ik angst moet hebben. De kant van Israël wordt heel erg goed gefundeerd, gesupporterd, gesteund door Amerika, door Europa. Maar de mensen die hier staan, doen het voor Palestina. Mijn huis is kapot. Mijn papa, mama, kinderen weg van mijn thuis. Niemand daar. Daar is... Ik kan niet praten. Ik kom hier. Ik ben echt moe. Maar ik moet hier zijn. Ja, en bij ons intussen van de zetel aan de tafel geschoven. De Antwerpse gemeenteraad een beetje verenigd, zeg maar. Hè. Maar ook nationaal actief. Meneer Drover, ik zal je al maar meteen voorstellen. U zit te schudden. U bent ook fractieleider voor N-VA in de Kamer. En naast u, Mirjam Amatji, Vlaams parlementslid, ook voor Groen. Maar ik ken u natuurlijk ook als oud-voorzitter. En aan de andere kant, Tini Beel, zij schepen voor Vooruit in Antwerpen. En Sam van Rooij, ook in Antwerpen actief, maar ook Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang. Dit gesprek, mevrouw Amatji, hoe kwam dat bij u binnen? Want u was aan het volgen. Een dovemansgesprek. Je voelt hoe diep de impasse zit en hoe hard men in zijn eigen retoriek zit, terwijl er eigenlijk maar één positie te nemen is. En dat begon eigenlijk goed. De kant van de burgerslachtoffers. Dat is de enige mogelijke positie van waaruit je naar een oplossing kan gaan werken. Het erkennen van elkaars leed. Het erkennen van de terreur die gebeurd is. De gruwel daarvan. De barbarij daarvan. Het erkennen van het feit dat oorlogsmisdaden plegen als antwoord daarop, gruwel bovenop antwoord. Ecoloog had het moeilijk om de daden van Hamas toch inderdaad ook te veroordelen. Dus het is blijkbaar niet altijd voor iedereen evident. Maar voor mij is het glashelder. Het is glashelder. Wat Hamas heeft gedaan is een oorlogsmisdaad, is absolute gruwel. Ik redeneer echt als mens, als moeder. Ik zie vandaag moeders, ouders, mensen die nog altijd in absolute angst zitten voor hun geliefden. Ik zie dat aan de kant van Israël met wat er gebeurd is met de aanslag. Ik zie dat nu ook gebeuren in de afgelopen weken bij alle mensen die vastzitten, geen kant op kunnen in Gaza. En dan kan je niet anders dan het internationale recht inroepen als democraat en zeggen... Ja. De kant van het burgerslachtoffer. Of moeten we, meneer Van Rooij, zoals Bart De Wever vraagt, ondubbelzinnig de kant van Israël kiezen? De kant van het licht, de kant van de democratie, zoals hij zegt? Ja, wel zeker. Ik beaam de woorden die Bart Wever heeft uitgesproken. Maar het een sluit natuurlijk het ander niet uit. Hè. Het is niet omdat je zeker op de dag of in de nasleep enkele dagen na die gruwelijke jihadistische afslachting, die genocidale terreuraanslagen van Hamas, dat je daarin zegt in de dagen daarna, wij kiezen ondubbelzinnig hier de kant van Israël, het licht, sluit natuurlijk niet uit dat je ook de kant kiest tegelijkertijd van de burgerslachtoffers, de onschuldige mensen die aan beide kanten vallen. Dus dat moeten we allebei doen natuurlijk. En is, meneer De Rover, Israël wel zo ondubbelzinnig de weg van het licht, de weg van de democratie? Ik denk dat in de woorden van Bart het woordje vandaag cruciaal is. De keuze voor Israël ging in de keuze Hamas-Israël, niet over de keuze Palestijnen-Israël. Dat was niet hetgeen hij gezegd heeft. Het ging over een ondubbelzinnige, en ik mag echt wel hopen dat we daar allemaal over eens zijn, een ondubbelzinnige veroordeling van die barbaarse daad. Het tweede element, ja, ik denk dat we het daar eigenlijk ook allemaal over eens zijn. Spijtig genoeg zien we dat dat een punt is waar we eigenlijk in een tegenstelling komen, waar Hamas heel handig gebruik van maakt. Want Hamas zegt, aangezien Israël inderdaad... Ze zijn nu verschalkt, maar het blijft natuurlijk een leger met enorm potentieel. Zegt Hamas, wij kunnen hen en de wereld een beetje schaakmat zetten door onze burgers, want dat gebeurt vandaag, als schild te gebruiken. En dat wil dus zeggen dat als we enerzijds Israël, zoals ook de premier heeft gezegd, het recht geven om hier passend tegen Hamas op te treden. En anderzijds, Hamas kan ons en de hele wereld op die manier in die catch-22 brengen. Dan volstaat het niet
om te zeggen, we staan aan de kant van de burgers, want die burgers worden mee ingezet door Hamas maar u zegt, het is een catch-22, de burgers worden mee ingezet door Hamas. Mevrouw Beels, is dat wel zo? Want als je natuurlijk hoort zeggen, hè, we sluiten hen af van elektriciteit, water, wat dan ook. Ze hebben af en toe een paar uur de tijd om te evacueren. Zet Israël die Palestijnse burgers ook niet schaakmat? Maar in een uitzichtloze situatie, dat eigenlijk al 70, 75 jaar duurt, ik zou toch het debat willen beginnen hier om te wijzen op het gegeven dat jullie erin zijn geslaagd om twee partijen die eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan, toch rond de tafel te krijgen. Weliswaar tegenover elkaar en niet naast elkaar. Niet evident in deze kwestie. Maar dit was absoluut niet evident, nog voor mevrouw de ambassadrice, nog voor de Palestijnse vertegenwoordiger. Jullie zijn er wel in geslaagd. Dat hebben wij vanuit de stad afgelopen dinsdag ook geprobeerd. We hebben geprobeerd om één een terreurdaad te veroordelen en daarnaast om alle slachtoffers te erkennen. En we gaan met het stadsbestuur volgende week ook een hele Palestijnse delegatie ontvangen, omdat we in heel dat debat, in heel het conflict, dat we niet willen importeren, voor alle duidelijkheid, uit Israël en de Gazastrook naar Antwerpen. Want mijn eerste bezorgdheid als schepen van de stad Antwerpen is de veiligheid van onze inwoners. En ervoor zorgen dat die twee gemeenschappen die wij hebben in de stad, de Joodse gemeenschap en de Palestijnse gemeenschap, om te zorgen dat die toch in vrede met elkaar kunnen staan. Ja. Hebt u het gevoel dat Israël democratisch handelt naar die burgers in Gaza op dit moment? Ik heb het gevoel dat slachtoffers, dat mensen in de Gazastrook de dag van vandaag de grootste slachtoffers zijn van heel het gebeuren. Maar dat gevoel is niet alleen vandaag. Dat gevoel duurt al tientallen jaren. Ik begrijp de frustratie ook van de Antwerpenaar die het gevoel heeft gehad na onze herdenking dat wij als stadsbestuur een kant hebben gekozen. En vandaar ook mijn aanwezigheid vandaag om dat ten stelligste tegen te spreken. Als stadsbestuur kiezen wij de kant van de slachtoffers. Maar we hebben twee partijen in de stad die slachtoffer zijn. We hebben aan de ene kant de Joodse gemeenschap, we hebben aan de andere kant de Palestijnse gemeenschap. Ja. En dat moeten wij zien te lijmen. Dreigt dat conflict geïmporteerd te worden in de straten van Antwerpen? Ja, dat is natuurlijk al lang geïmporteerd, helaas. En niet alleen in de straten van Antwerpen. We zien beelden van over heel het Westen, over heel Europa. Het is te zeggen West-Europa, waar we natuurlijk de afgelopen decennia een massale immigratie hebben gekend van mensen met een islamitische achtergrond. Niet per se Palestijnen, dat is eigenlijk maar een minderheid, maar mensen met een islamitische achtergrond. En die komen nu massaal de straten van Europa op, in het Westen ook, in de VS, in Canada. Er is een pro-Palestijnse betoging geweest, een kleintje in Antwerpen. Die is wel vreedzaam verlopen. Wel, die is vreedzaam verlopen. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Als daar leuzen worden gescandeerd, from the river to the sea, Palestine will be free, dan weten wij zeer goed wat daarmee wordt bedoeld. Namelijk, Israël moet worden vernietigd. Israël moet worden geïslamiseerd. Israël moet verdwijnen. En dat is dan nog de zachtste leus die is te horen. Wij horen vandaag in heel Europa, mag ik toch even zeggen, in de straten van Europa, horen wij oproepen om Joden aan het gas te brengen. Horen wij Allahu Akbar. Dat zijn geen onschuldige kreten. Dat zijn islamitische, jihadistische kreten die gericht zijn tegen alle Joden van de wereld. Mevrouw Amachi. Ik vind wat vorige week in Antwerpen is gebeurd wel een gemiste kans. In een stad waar werelden bijeenkomen, zowel de Palestijnse als de Joodse wereld, waar je eigenlijk in verbinding en dialoog moet gaan, was het moment geweest om eigenlijk de vlag van de vrede te hijsen. Zoals in Amsterdam gebeurd is, zoals gebeurd is in Gent, zoals in Borgerhout gebeurd is. En dat had meteen de juiste toon gezet. Nu is er een kiem gezaaid voor een debat waar mensen gaan zeggen, er is kant gekozen. Dat vind ik heel jammer. En die kiem is eigenlijk nog versterkt gisteren. Gisteren is er een lezing geweest in het stadhuis, goedgekeurd door het college, met Douglas Murray, die op dezelfde dag in de Spectator heeft gezegd, eigenlijk een suggestie doet van etnische zuivering van Gaza. Die zat gisteren in het stadhuis in debat met Bart De Wever. Dat is niet wat je nodig hebt op zo'n explosief moment als nu. Mevrouw Beels, laten we verder uitspreken. Maar rondaf en dus het is echt nodig om die verbinding te maken. En daar kan maar één kant ondubbelzinnig zijn. En mevrouw Genee heeft dat ook gezegd. Niet een kant van een vlag. Maar een vlag van het internationaal recht. En een vlak van internationaal recht kan je niet anders maar dan wat anders nu blijkt constant Gaza diffuse signalen uit te sturen. Maar daar ben ik het absoluut niet mee eens. En mevrouw Almaty, u helpt niet. Hè. Als u dan toch zo de grote verbinder wilt zijn, dan stel ik voor dat u nadenkt voordat u uitlatingen doet, ook op sociale media, waarbij u ongewild
nog eens die twee gemeenschappen nog eens extra tegen elkaar gaat opzetten. Ik zou niet wij zien doen welke. In Antwerpen. Ik herhaal Haaretz, ik herhaal Jewish Voice for Peace. U hoeft dat niet te herhalen. U hoeft ik herhaal de Israëlische mensen. Rustig te blijven, u daarboven absoluut. Te zetten. En eigenlijk te vragen dat beide partijen in de stad ook vreedzaam kunnen blijven leven. Ik ben 20 jaar politieambtenaar geweest, mevrouw Almatje. Ik heb op het terrein gestaan. Ik heb die rellen meegemaakt. Wij beleidsmakers, we hebben een grote verantwoordelijkheid absoluut. Om op te letten voordat we praten. In plaats van kiezers te willen ronselen, is het eigenlijk de bedoeling om de situatie in Antwerpen rustig te houden. Dat is mijn habitat, dat is mijn stad, het zijn mijn inwoners. Ik had gehoopt dus, dat dat dus, vorige week zo was gebeurd. En dus, meneer De Rover, is het inderdaad, zoals mevrouw Beel zegt, hoog tijd dat burgemeester De Wever niet alleen met Joodse mensen praat, maar ook de twee gemeenschappen samenbrengt? Spreekt voor zich. Spreekt voor zich. En dat het initiatief is ook genomen. Gaan de beide groepen daarop in? Overigens, weten jullie dat? Ja, het is natuurlijk zo dat de Joodse gemeenschap is beter georganiseerd. Je hebt daar makkelijker woordvoerders van. De Palestijnse gemeenschap is diffuser. Dus daar worden nu contacten zijn gelegd. Maar je hebt niet echt een delegatie van de Palestijnen. Maar ik wil opnieuw even waarschuwen om de indruk te wekken dat Hamas en de Palestijnen dat een groep zou zijn. Eens. Dus De Wever had het over Hamas, had het niet over de Palestijnen. Ja, want die maken deel uit in de grote meerderheid. En dan is er een minderheid die spijtig genoeg wat dat betreft niet echt op samenleving gericht is. Maar die grote meerderheid die is niet, staat niet aan de kant en mag ook niet gelijkgesteld worden met Hamas. Maakt u dat onderscheid ook, meneer Van Rooij? Wel, het is te zeggen, natuurlijk is er een onderscheid, maar misschien niet zozeer in doel, maar wel in middelen natuurlijk. Hè. We weten uit onderzoeken dat er een heel grote steun is bij de moslimgemeenschap voor het verdwijnen van Israël. We weten uit onderzoeken dat er een heel groot deel van de moslimgemeenschap antisemitisch is. En dat hebben ze natuurlijk wel gemeen met Hamas. Hè. Ze kunnen misschien dan wel die slachtingen afkeuren en een deel zal dat ongetwijfeld menen, maar we mogen toch niet blind zijn voor die grote groepen moslims die eigenlijk de Joden gewoon haten omdat ze Jood zijn. Omdat dat ook in hun stichtingsbronnen van de islam, omdat dat daar ook zo in staat. Vindt u het dan geen goed idee dat de burgemeester die dialoog ook met hen zou aangaan? Dat is natuurlijk wel een goed idee, uiteraard. Er moet gepraat worden, zoveel mogelijk. Daar sta ik 100% achter. Alleen vrees ik vaak dat dat soort dialoog, dat daar dan niet man en paard wordt genoemd, zoals ik hier wel probeer te doen. Namelijk, neemt u afstand van de bronnen van de islam, waarin letterlijk staat dat elke Jood op aarde vergif is, dat even antisemitisch is als Mein Kampf eigenlijk. En dat wordt eigenlijk nooit benoemd, ook niet erover, in dat soort gesprekken. Ja, wat vindt u daarvan? Want als we man en paard noemen, moeten we dan eigenlijk ook niet zeggen van de bron van alles ligt in decennia lange onderdrukking van de Palestijnen? De bron van wat vorige week gebeurd is, dat onderscheid moeten we toch maken. Laten we alsjeblieft geen excuses zoeken voor wat Hamas heeft gedaan. Maar de bron, dus van, de bron van de wederzijdse haat? Dat is in alle eerlijkheid een probleem dat wij hier aan tafel niet gaan oplossen, omdat dat al decennia lang enorme pogingen tot op het allerhoogste niveau pogingen zijn ondernomen. En je komt daar niet dichterbij. Ik ben een aantal keer ginder geweest en ik heb het genoegen gehad om op vrij hoog niveau met aan beide kanten. Dan heb ik het niet over Hamas, ik heb het dan over Palestina. Ja, je bent ook in Gaza geweest, hè? Ik ben in Gaza geweest in 2015, denk ik. Ook na een zeer harde zomer van vele beschietingen trouwens. En het hele droeve. En dat is eigenlijk verschrikkelijk dat ik dat moet zeggen. Want als je dan met de Palestijnen praat, dan zeg je achteraf, dit verhaal klopt. En dan praat je met de Israëlische kant en dan moet je eigenlijk zeggen, dit verhaal klopt ook. Het droevige van al die decennia is dat beide groepen in meerderheid uitgaan van het idee van empathie ga je dood. En dat is verschrikkelijk. Dat maakt het quasi onmogelijk om daar een oplossing te vinden. Ja, we merken dat ook in dat gesprek tussen die dat twee ambassadeurs, wat u een dovemansgesprek noemt. Het zijn twee logica's die hun eigen verdiensten hebben, maar eigenlijk niet met elkaar kunnen spreken. Ze zitten daar wel en ze praten wel met elkaar. Als we ooit hoopvol willen zijn dat we tot een oplossing komen, is dat wel hetgene dat we zullen moeten blijven doen. Ja. En we hebben niet de luxe positie om dan achterover te gaan zitten en een kant te kiezen, want ik hoor veel te veel kanten gekiezen. Langs de ene kant de Joodse kwestie, langs de andere kant de Palestijnse kwestie.
als je natuurlijk gezichten kan plakken op slachtoffers, en ik kan dat in de stad, hè, want ik kom Joodse gezinnen tegen en ik kom gezinnen tegen uit de islamitische wereld die ook familie daar hebben. Als je dat tegenkomt, de beide partijen, dan ben je genoodzaakt om met beide partijen te praten. Want maar, die luxe heb ik niet, hè, om aan de ene kant te zeggen, maar uw lijden is veel erger dan de andere kant. In de coulissen hier, ik heb met beide partijen gesproken, zowel met mevrouw de ambassadrice als met de Palestijnse delegatie. Ik stel hier de vraag, wie heeft dat hier eigenlijk nog gedaan? Ja. En dat zijn wel de eerste stappen om ooit tot een oplossing te komen en geen haat nog erger te maken. U zegt het inderdaad, er zijn misschien signalen van hoop, er zijn partijen die willen praten. Er was ook een opiniestuk van Walter Pauli op zijn Facebookpagina, een journalist bij KNAK, die zei, ja, er zijn ook twee instanties die elkaar groot houden natuurlijk. Hè. De bezetters, de kolonisten... En Hamas, meneer Van Rooij, zij zijn elkaars best enemy, natuurlijk. Ja, toch nog even reageren. Dit is het perfecte voorbeeld van hoe het niet moet. Hè. Ja. Als ik wijs op wat er staat in de islamitische bronnen, als ik wijs op de islamitische ideologie die leidt tot dit soort verschrikkelijke slachtingen, dan wordt dat bestempeld als haatzaaien. U hoeft niet iedereen op dezelfde kant te scheren, meneer Van Rooij. Nee, maar dat doe ik ook niet, mevrouw Beels. Wat ik zeg is wat er in de bronnen staat. Ik spreek over de mensen op straat in Antwerpen. Wel, een deel van die mensen onderschrijft toch die bronnen en is dus problematisch. En daarom, en u weet dat als ex-politiecommissaris zeer goed, Antwerpen is vandaag een stad waar de Joodse wijk, de Joodse instellingen, zeer zwaar bewaakt moeten worden. Omdat de mensen bang hebben, toch terecht ook. Dat is wel begrijpelijk. Maar waarom hebben ze bang? Omdat ze weten dat een groot deel van de moslimgemeenschap eigenlijk antisemiet is en meneer zou van kunnen Rooij, overgaan. Meneer Van Rooij, kan u eens een poging doen om ook op mijn vraag te antwoorden? Ja. Of weet u ze niet meer? U mag ze nog eens herhalen. Ja, ik dacht het al. Hamas en de kolonisten, dat zijn ook twee kanten van het verhaal. Dat zijn elkaars beste vijanden natuurlijk. Hè. Die voeden ook wat hier gebeurt. Ja, dat is ontegensprekelijk zo. Hè. Maar wat mij wel frustreert als het gaat over de geschiedenis van dit conflict, is dat iedereen het conflict natuurlijk laat beginnen op het jaar of de datum dat hem of haar het beste uitkomt. Terwijl we, en het spijt me dat ik het opnieuw doe, terwijl we terug moeten naar de 7e eeuw, toen de profeet Mohammed de islam heeft gesticht en heeft gezegd, er komt geen niet-islamitisch land op wat volgens de islam daar al islam is, het huis van de islam. Een paar keer gemaakt. En dus, als ik dat nog even mag zeggen, meneer de moderator, als Israël geen Joodse staat was, was er geen enkel probleem vandaag. Maar Israël is een Joodse staat. Kan het probleem niet opgelost worden door ook een Palestijnse staat te maken? U staat voor een onafhankelijk Vlaanderen, onafhankelijk Catalonië, misschien ook voor een onafhankelijk Palestina. Absoluut. En de eindoplossing zal een twee-staten-oplossing moeten zijn. Dat staat buiten kijf. Als beide partijen dat willen, en dat is net het punt... De vraag is niet wat de eindoplossing is, de vraag is hoe we er naartoe gaan. En een element dat hier aan tafel nog niet genoemd is, en wat ook bijzonder droevig is voor de Palestijnen, zij zijn ook wisselmunt in een grotere strijd. Dat is de geopolitieke strijd, zeg maar, tussen Israël en Iran. Waarbij Israël de voorbije jaren een aantal diplomatieke successen heeft geboekt, contacten heeft kunnen leggen op diplomatiek niveau met de Emiraten, met Marokko. En dat proces is nu ook doorkruist. En dat is iets wat Iran natuurlijk bijzonder prettig vindt. En of Iran nu op de knoppen heeft gedrukt van Hamas, heeft in elk geval uiteraard op de achtergrond logistieke mogelijkheden gecreëerd. Maar zij zijn de winnaar van wat hier vandaag gebeurt. Ja. En dat ten koste van die Palestijnse bevolking. Want ik heb nooit begrepen, niemand heeft mij eigenlijk tot hiertoe al verteld welke baat de inwoners van de Gaza hebben met wat Hamas gedaan heeft. Ja. Ik weet niet wat Hamas, welk geschenk zij aan hun bevolking hebben gegeven door te doen wat ze gedaan hebben. Iran overigens met Europees geld. Hè. Het gesprek nadert zijn einde. Ja, maar ik wil toch nog even terugkeren naar uw stad. We hadden daarnet ook een Joodse inwoner van uw stad die zei, ik voel mij niet zo veilig. Ik hoor ook meneer Van Rooij die zegt van ja, eigenlijk moeten we de Joodse instellingen beter bewaken. Vreest u ook toch gevaar in uw stad dat het zich zou kunnen vertalen in acties zoals ook in Arras is gebeurd? Wij moeten er alles aan doen op elk niveau. Maar heb je dat sentiment als je op straat loopt? Als ik op straat loop, in alle eerlijkheid, voel je de spanning in de lucht hangen. In hoeverre dat zich nu al veruitwendigt richting rechtstreekse aanvallen, dan denk ik dat je echt moet afgaan op alle antennes die ook had heeft, om te gaan kijken hoe we waar, wanneer het best ingrijpen. Maar als dat betekent dat we onze beveiliging moeten versterken, moeten we dat vooral doen. En dan moet elk niveau daar zijn inspanning
erkenning voor leveren. Maar ik hoop echt waar, ik hoop nog altijd dat we in onze stad, waar die werelden samenkomen, dat we met elkaar de dialoog die nu in Palestina en Israël misschien tussen de mensen die hier lijnrecht tegenover elkaar zaten nog niet mogelijk is, dat we dat in de stad wel doen. En dat we van daaruit kunnen zeggen, oké, we trekken een streep. Internationaal humanitair recht, de bezetting, de sluipende apartheidspolitiek. Dat gaan we op lange termijn aanpakken, maar nu die gijzelaars vrijlaten. Nu oproepen met onze stad voor de-escalatie, zoals andere steden ook al hebben gedaan. En nu dat pad richting de twee-staten-oplossing eindelijk heropstarten, want ze zat voor 7 oktober al in het slop. En dat is denk ik een onvoorstelbaar belangrijke boodschap die alle politici, alle democraten, heel het middenveld moet brengen. Laat ons dit niet als een startpunt van nog meer haat en nog meer horror gewoon laten verder gaan. Laat ons aan Israël vragen om te stoppen met zijn grondoffensief. Stoppen. Hè? Laat ons aan Hamas vragen. Laat ons aan Hamas... Laat me even mijn zijn. Maar er is een verschil tussen reageren en... Er is een verschil tussen reageren en uzelf verdedigen. En dat is absoluut het recht van Israël. En een volledige bevolking van 2,2 miljoen, waarvan de helft kinderen zijn, moet zich aan het oorlogsrecht houden. Dat is het minimum. Dat is het meneer Derover. Ja, ik hoor altijd wat Israël niet mag doen. En ik begrijp dat, hè, voor alle duidelijkheid. Maar je kan natuurlijk in Tel Aviv niet gaan vertellen. Jullie mogen niet reageren op wat Hamas gedaan heeft. Want die kruipen achter hun eigen burgers. Dat kan je hen niet zeggen. En dus die eis die ik ondersteun om die burgers te ontzien, die moet wel gekoppeld worden aan een alternatief voor Tel Aviv. Want anders gaan de hardliners gewoon zeggen, ja, wij gaan het gaspedaal volledig indrukken. Mogen we om te besluiten toch even terugkeren naar de veiligheid in de stad? U als schepen... Ik ga haar als schepen de vraag voorleggen. En als vrouw met een politieverleden. De stad heeft federale hulp gevraagd. Bart De Wever heeft daarvan net op ATV gezegd, ik heb een nietszeggende brief van Annelies Verlinde teruggekregen. De premier heeft gezegd, we zijn eraan bezig en het komt in orde. Hebt u er zicht op? Ik heb daar geen zicht op. Het zit ook niet bij mij. De bevoegdheid veiligheid zit bij de burgemeester. Wat hebt u nodig? Ik begrijp zijn vraag wel. Omdat we in de stad absoluut moeten vermijden dat de conflicten ook effectief gaan escaleren. En ik hoor mevrouw Almaty het heel graag zeggen, moeten deescaleren. Deescaleren begint ten eerste bij het feit dat politici moeten leren om de kant van de inwoners te kiezen. En niet de kant, van de hun eigen kant. En als het hun uitkomt, als we in een bestuur zitten, fantastische maatregelen. Als we niet in een bestuur zitten, dan breken we het af. Dat is heel belangrijk. Bij de Antwerpenaar, de dag van vandaag, leeft er angst in de Joodse wijk. Terecht, met wat er gebeurd is zaterdag. En het is aan ons om onze burgers, al onze burgers, te beschermen. En ik ben daar heel erg gerust op met een politiedienst die goed uitgerust is in Antwerpen, die zeer veel informatie binnenkrijgt door aanwezig te zijn in de straten, dat we er ook in gaan slagen. Maar we hebben daar hulp bij nodig. Mm-hmm. We hebben daar hulp bij nodig. Dus we kijken terecht naar de federale regering om ons daarin mee te ondersteunen. En ik ben er zeker van, met onze ministers die wij daar hebben vanuit vooruit, dat zij dat ook mee gaan bepleiten en dat dat in orde zal. We moeten hier helaas afronden. Ik wil jullie alle vier van harte bedanken voor dit gesprek. Ja, en na dit debat is het tijd om weer even naar ons nieuwe podium terug te keren, waar Kids with Buns en Marie en Amber klaarstaan om in hun ziel te laten kijken. Ze brengen ons Clutter, een nummer over de rommel in ons hoofd. En wie hen trouwens zelf ook eens aan het werk wil zien, die kan naar hun concert op 7 december in de AB in Brussel. En andere data vindt u op hun site kidswithbuns.be. The glass that I broke 4 weeks ago, it's still on the floor, it's part of the room now. I'm never gonna pick it up again. The bed is still cold, so I've been told by the old second guess that still whispers. I guess I still listen to it again. Thick and thin, I've always loved them, but they can get so loud.
Goedemorgen, ik ben Lidewij. Binnen 5 minuutjes zit ik op de trein naar VRT. En het mag dan misschien wel zondag zijn, maar vandaag kom ik echt met heel veel plezier naar mijn werk om jullie alles te vertellen over de allereerste maagdenclub van ons land. Of waarschijnlijk ook gewoon van heel de wereld. Tot straks! Hey iedereen, ik ben Wouter en ben straks gast in de 7e dag staan met Lidewij, waarover we het gaan hebben over haar nieuw tv-programma De Maagdenclub en over maagd zijn op oudere leeftijd. In mijn geval komt bijvoorbeeld asexualiteit als reden bij. Ik zie jullie straks. À part la route, rien n'a changé ici. Zabolo. Ça veut dire quoi déjà, Zabolo? La tâche du diable. Bienvenue chez les Moussasso. Hey! Et c'est quoi, c'est une parade? Mais oui, Vinci, elle m'a bien la bisou. Je crois qu'Alice a bien compris qu'on n'est plus dans le même espace-temps. Ah bah voilà, timing parfait. Zabolo, sors de son corps. Oh ma belle langue, soit tu bosses quoi avec les bleus, moi ça me saoule. On commence quoi avec ce Simba. Tu as bien fait de partir. Tu as bien fait. Auguur, dus de intrigerende debuutfilm van de Belgisch-Congolese rapper, modeontwerper en cineast Balogi. Goedemorgen, Balogi, en welkom. Gisteren is uw film in België in première gegaan op het Filmfest in Gent, waar u trouwens ook woont sinds enige tijd. Hoe was dat? Dat was superleuk. Ja, ik woon in Gent voor de laatste 15 jaar of zo. Mm-hmm. Ja. Het is echt zo speciaal. Ja, ja. We hebben beelden trouwens van de Rode Loper met uw prachtige dochter en met de cast. Hoe is de film onthaald? De quoi parle le film? Oui. Oh, le film. Quelles ont été les réactions? Les réactions? Oh, c'est toujours difficile à dire en fait quelles sont les réactions puisque les gens sont très courtois après une projection. Ouais, c'est vrai. Donc on a besoin d'un peu de temps pour, pour connaître les réactions. Mais en tout cas, ça va vite. Hein. Pour le film, vous avez déjà eu des prix à Cannes, à Munich, à Angoulême. Apparemment, hier soir, le prix de meilleur réalisateur en Espagne. Ouais. Mais encore plus important, peut-être meilleur film africain au Festival de Durban en Afrique du Sud. Donc ça veut dire que pour un public européen et en même temps pour africain. Un public, c'est très accessible. Je ne sais pas si c'est très accessible, mais ce qui est important, c'est que l'intime devient universel et donc de raconter quelque chose qui est autour de 3 protagonistes, 4 protagonistes peut trouver des résonances, que ce soit en Espagne, comme on parlait, que ce soit en Afrique du Sud, au Congo, film a aussi été présenté. Oui. Et si ça résonne en Europe et en Afrique, qu'est-ce que ça dit déjà sur les chances pour l'Oscar? Ah, ça, c'est autre chose. Puisque vous faites la nomination belge. Ouais. J'ai cette chance-là. C'est un
un honneur fabuleux en tant que Congolais d'origine, comme vous avez dit, puis sachant l'héritage colonial, l'héritage culturel entre nos deux pays, je suis très honoré que le comité de sélection ait choisi un film comme Augure et un auteur comme moi pour représenter la Belgique. Comme je dis souvent, il y a à peine en 2001, j'ai eu un ordre de quitter le territoire. Donc ça a une valeur particulière en fait. Parlons du film même. Pourriez-vous nous expliquer quelle est l'histoire dans le film ? Ben, si je dois résumer, je crois que le film Augure est l'histoire de quatre personnages, deux hommes, deux femmes, qui sont considérés comme sorciers et sorcières dans une espèce d'Afrique fantasmagorique et qui vont s'entraider en fait pour sortir de leur assignation. Et trouver des réponses, que ce soit par rapport au deuil, par rapport au pardon impossible, et construire en fait des lignes de vie au départ de ça. Dans le début du film, il y a une scène un peu clé, selon moi, que nous allons découvrir maintenant, mais je vais d'abord un peu expliquer. Wat we zullen zien is het hoofdpersonage Koffie en zijn Europese vrouw die bij de familie in Afrika komen vertellen dat ze een tweeling verwachten. Maar ze zijn daar bepaald niet welkom. Wanneer hij de baby van een van zijn nichtjes in zijn armen neemt. Attends, il y a eu un peu de... Non, c'est rien, c'est juste... Attends, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste que je suis venu... Voilà, quelques gouttes de sang et le signe du diable. C'est ça, hein? Entre autres, c'est une séquence qui, je pense pas qu'il résume l'entièreté du film, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui change de point de vue et qu'on a l'impression qu'on va suivre le parcours de Kofi qui fait son homecoming, qui revient au pays après plus de 18 ans. Mais en fait, son point de vue va être modifié par les gens qu'il va rencontrer et se rendre compte que ceux qu'on pense être des bourreaux de Kofi sont en fait les premières victimes. Oui. Le thème des enfants sorciers au Congo, c'est encore très d'actualité. Hein? Oui, c'est d'actualité. En même temps, je pense à des situations comme on a pu voir de violence ici en Europe ou avec des enfants. Prouve qu'en fait la société a encore du mal à savoir comment mettre les curseurs par rapport à l'éducation. Donc c'est une réalité congolaise, mais c'est également une réalité européenne et je pense que c'est important de garder ça. Ce qui était pour moi le challenge dans ce film, c'était de ne pas donner l'impression que c'est Tintin au Congo. De ne pas donner un côté de traverser vers un pays où des mœurs, des coutumes de sauvages. Parlons d'autre chose, parce que vous êtes un couturier aussi, ça se voit d'ailleurs. Vous avez dessiné beaucoup de costumes du film et il y aura une exposition qui ouvre le 21 octobre à Anvers, au musée de la mode. Qu'est-ce qu'on verra là-bas ? On va voir des costumes de ce film et d'autres films que j'ai fait auparavant. On va voir des installations, des décors. On va voir également d'autres courts-métrages. Puis voilà, je trouve que c'est un super honneur que me fait le musée de la mode. Le MOMU, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur ce projet. Et je travaille avec l'Académie de la mode, avec quelqu'un qui s'appelle Elk Host, qui est enseignante là-bas. Et depuis 5-6 films, nous avons la chance de collaborer en fait sur les costumes d'Augure et d'autres films. Ok. Et la musique dans tout ça, puisque ça fait déjà, je crois, 5 ans depuis votre dernière disque. Est-ce qu'il y aura de la musique qui va sortir ? Ouais. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait 4 albums de musique, chacun écrit du point de vue de mes personnages. Donc il y a 2 personnages masculins et il y a surtout les 2 personnages féminins c'est un exercice d'empathie exceptionnel, c'est d'écrire du point de vue d'une femme sans parler à la place d'une femme et qui permet de créer un dialogue entre eux et de leur créer un univers sonore et de point de vue spécifique. Est-ce que c'est encore un mix de rap et de musique congolaise comme
vos albums précédents? Oh, il y a plein d'influences, comme on a parlé tout à l'heure. Il y a des gens comme Jamila Wood, Serpent With Feet, il y a des tas d'artistes. Donc c'est vraiment... chaque disque a son identité sonore. Donc... par rapport au parcours du personnage. Ok. Et avec l'album, il y aura des concerts aussi? Oui, il y aura un concert à l'ancienne Belgique en mars prochain. Donc, on travaille là-dessus également pour la suite. Donc, il y aura plein de balogies les mois prochains. Plein de projets, Merci beaucoup pour nous parler. En dus nog meegeven, balogie vanaf 21 oktober, de tentoonstelling Augurisme in het Modemuseum in Antwerpen. De film Augur zelf loopt vanaf 15 oktober. November bij ons in de zalen. Ik wil een maagdenclub oprichten. Een maagdenclub? Een club voor maagden. Huh? En ik ben dus op zoek naar 30 maagden van boven de 30. 30 is veel, hè? Ja, maar ik heb er al 1. Ja, woensdag om 9:30 opent de Maagdenclub haar deuren. De host is Lidewij Nuiten en een van haar gasten zit hier ook al bij ons. Dag Wouter Schuurbeers, goedemorgen. Lidewij, waarom hebben wij nood aan een Maagdenclub? Ik denk in de eerste plaats omdat er bij mij weten nog nooit één was. Of, Misschien was er geen, omdat er geen nood aan was. Ik voel voor mezelf dat de nood eraan was en ik denk voor vele anderen ook wel. Vooral omdat het zo'n groot taboe is. Niemand durft daar, of heel weinig mensen durven daarover praten. Ik heb zelf ook heel lang in die categorie gezeten, omdat ik dus volgens het woordenboek dan nog maagd zou zijn. En er hangen vaak heel veel gevoelens van schaamte rond, schrik om uitgelachen te worden. En ik denk, als we daarmee heel veel mensen een gezicht aan geven, dat... Ja. Over inderdaad die definitie gaan we het hier zo meteen hebben, want dat is echt wel voer voor een uitgebreid gesprek tegenwoordig. Maar ik wou toch wel weten, Wouter, ja, wat dacht je toen Lieden bij jou vroeg, wil je lid worden van een club die toch inderdaad misschien niet zo evident is om met een badge rond te lopen? Wel, oorspronkelijk ging eigenlijk het gesprek dat ik toen had met Lieden ging over asexualiteit en dat soort dingen. En dan uiteindelijk kwam de vraag... Ook, daar straks zagen we jou even in de uitzending. Klopt. Je bent zelf ook aseksueel. Ja, dat klopt inderdaad. En oorspronkelijk ging het ook daarover. En dan zei ze, wil je onderdeel worden van die maagdenclub dan uiteindelijk? Omdat het programma dan uiteindelijk daarover zou gaan. En ik had altijd zoiets van, ja, op zich, ik wil graag mijn verhaal doen, omdat ik weet dat andere mensen ook met bepaalde interne struggles zitten. En vooral omdat het een beetje de verborgen seksuele oriëntatie is. Wat gewoon ook mijn verhaal doen. Het is natuurlijk, het is ook maar mijn verhaal. Het is een heel breed spectrum. Maar en kenden de meeste mensen uit jouw omgeving jouw verhalen? Wat Lidewij zei, ik heb er lang over gedaan om mij echt zo te outen. Was het voor jou ook een outing dan? Op zich wel. Nu uiteindelijk, veel mensen weten natuurlijk dat ik nooit echt een relatie heb gehad. En wat dat betreft misschien een beetje beperkter ben. Maar ik... Toen ik uiteindelijk die outing deed, ik denk niet dat er veel mensen echt verbaasd van waren of zo. Maar ik op zich moest ik dat wel doen. Ik weet ook toen ik bijvoorbeeld op mijn Facebook-profiel zette, iemand reageerde van, ik denk dat ik ook een vriend heb die misschien daarmee issues heeft of daarover wil praten. En hoe kan ik dat best aan de man brengen? En ik heb gewoon, je moet erover praten. Het feit dat je weet dat het iets is en dat het bestaat, is goed. Ja, want wat is asexualiteit eigenlijk? Je hebt geen behoefte aan seks, je bent er bang voor, je bent Het heeft niks met bang zijn te maken. Het gaat echt gewoon zuiver over een gebrek aan seksueel aantrekkingskracht. Net hetzelfde zoals je heteroseksueel en homoseksueel hebt. Heb je biseksueel of panseksueel langs de ene kant, heb je eigenlijk aseksueel naar de andere kant. En het ding is, het spectrum is heel groot. Je kunt ook bijvoorbeeld demiseksueel zijn, dat je wel die aantrekkingskracht voelt eens dat er effectief de diepere relatie ontstaat met iemand, de diepere connectie. Maar je kunt ook volledig aseksueel zijn, dat je gewoon nooit echt die behoefte hebt. Want je zei het al, mijn vrienden hadden wel een vermoeden, want ik heb echt nog nooit relaties gehad. Jij hebt wel relaties gehad. Laten we inderdaad eens komen tot die definitie van maagd. Waarom ben jij een maagd? In Vandalen staat vandaag dat je een maagd bent als je een meisje bent, tussen haakjes ook wel jongen, dus de focus ligt al heel hard op vrouwen, die nog nooit geslachtsgemeenschap heeft gehad. En als je dan gaat zoeken wat betekent geslachtsgemeenschap, dan is dat seksuele omgang die dat penetratie met een penis inhoudt. Dus dan hebben we heel veel meisjes die op meisjes vallen, hè, zoals Kit Fitzbundy daar straks waren. Misschien zijn het ook allemaal dan nog maagden. Dat lijkt me toch gek, want
Ja, het is dus we denken niet dat die allemaal maagden zijn, toch? Ja, en het is op zich al niet zo heel eerlijk dat lesbische vrouwen elkaar niet kunnen ontmaagden en twee homoseksuele mannen dan wel. Ik wil hier de vandalen niet gaan beschuldigen. Het bewijst gewoon hoe dat we daar als maatschappij volgens mij nog naar kijken. Naar seks in het algemeen. Want jij hebt wel relaties gehad. Ja, en ik heb nu ook een relatie. En ik vind het heel jammer om van mezelf dat nu te moeten zeggen. Maar ik ben er 30 jaar voor moeten worden om te beseffen van... Maar eigenlijk mis ik zelf niks. Ik heb een relatie met een vrouw en we komen niks tekort. Maar toch staat dat altijd zo in mijn hoofd. Ja, toch noem je jezelf een maagd. Nu niet meer. En nu niet meer. Ja, dat is een beetje de paradox misschien. Ik zou mezelf nu niet meer zo omschrijven als ik aan het programma begon wel. Maar dat is een beetje door net voor dat programma de Maagdenclub met heel veel mensen daarover te gaan praten, dat ik ineens door had. Maar wie bepaalt dat zelfs? Ja, maar we moeten dat misschien ook wel benoemen. Je bent er ook heel open over. Bij jou is het eigenlijk wel noodgedwongen, hè, dat je al die tijd maagd bent gebleven door een aandoening, hè? Ja, dat heb ik inderdaad nog niet gezegd. Ik heb vulvodynie. Dus dat wil zeggen dat penetratie bij mij nooit gelukt is, omdat dat gewoon veel te veel pijn heeft gedaan, altijd. En daarom heb ik mezelf altijd maagd gevoeld. Ja. En nu vind ik dat een beetje onterecht. Maar Liedewij zegt, eigenlijk heb ik beslist, ik ben geen maagd. Jij vindt jezelf wel een maagd. Wat dat betreft wel. Ik zei, ik heb ook nooit echt een relatie gehad en nooit echt verder gekomen. Dus wat dat betreft sowieso wel, ja. En vind je het... Want je sprak daar net over een gebrek aan. Vind je het ook een gebrek dat je een maagd bent? Vind je het vervelend? Ik vind het niet echt een gebrek. Het vervelendste vind ik bijvoorbeeld wel, je bent intussen 31 en je ziet dan heel veel vrienden die relatie krijgen, aan samenwonen, kinderen krijgen, al dat soort gedoe. En wat dat betreft... Maar wat dat betreft, ik heb niet echt zo'n biologische klok dat tikt of zo. En wat dat betreft is natuurlijk, uiteraard is er wel een behoefte aan genegenheid en affectie of zo, maar dat uitzicht anders. En ben dan eerder op zoek om het zo te zeggen, als ik in een relatie naar een soort van partner in crime, in plaats van een echte seksuele relatie. Ja. Dus het lichamelijke is... Ja. De reeks begint met jij die zegt aan jouw vrienden, ik ben op zoek naar 30 maagden boven de 30. Al meteen de lat echt wel hoog gaan leggen. En een van jouw vriendinnen zegt dan, dat zijn er wel echt veel, hè, 30. Was het inderdaad moeilijk om aan 30 te geraken? Aardsmoeilijk. Ja. Ja, en dat bewijst dan natuurlijk ook nog hoe groot dat taboe vandaag nog steeds is. Ik denk dat het te maken heeft, en daarom zat ik ook heel lang in dat schuitje van je wilt ook niet geassocieerd worden met het beeld dat heel veel mensen over maagden hebben, zijn de seuten of losers of asociale mensen. En niemand wil met dat beeld geassocieerd worden. En ik ben aan dat programma en aan die maagdenclub begonnen vanuit de overtuiging. Dat kan niet dat dat zo is. Dat alle maagden outcasts zijn of zo. Ik geloof daar niks van. En elk clublid dat ik erbij heb, bijvoorbeeld Wouter, bewijst voor mij van dat is een stereotyp beeld dat in ons hoofd zit en dat best wel eens mag doorbroken worden voor mijn part. Ja, nu, je bent inderdaad op zoek gegaan naar wat maagden. Je kunt je daar ook al eens in mispakken. Want jouw buurvrouw, jouw oude buurvrouw, Get, bleek geen maagd te zijn, maar wel een vrouw met een uitgesproken mening. Een club voor maagden. Ah, stof. Maar je moet ze nog vinden, hè? Ja. Dat is niet evident. Ja, voilà. Ik dacht dat jij misschien een potentieel lid waard. Nee. Maar je kan mij wel voordoen als, hè? Ja, nee, maar dan is het niet echt, hè? Dan is het niet meer geestig. Oké, dus... En uw zus? Nee, dat is... Dan zijn ze dan een slecht adres. Dus we zijn heel normaal. Want daarvoor moet al een beetje abnormaal zijn, hè? Hoe bedoel je abnormaal? In vergelijking met de rest. We zijn niet abnormaal op zich, hè? Maar in het algemene concept van de sociëteit, al de anderen die zijn getrouwd en zo, en als je dan een maagd bent, ja, die nemen dat een beetje als abnormaal. Ja, abnormaal, is dat een woord dat je wel eens hoort? Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat dat is wat vele mensen denken. En het is voor mij ook zo van... zolang dat wij als maagden dus daarover blijven zwijgen, houden we dat ook in stand. En daar wou ik gewoon iets aan doen. Voilà. Ja, want er zijn nog wel heel veel redenen waarom mensen maagd zijn. Ik heb jou onder andere ook al horen vertellen dat er in de reeks een vrouw zit die voor zichzelf mentaal had uitgemaakt dat ze maagd was, terwijl dat eigenlijk fysiek gesproken niet meer het geval was. Maar die eerste keer was gewelddadig geweest. Ja, en daardoor kunt u zelf gaan afvragen, is het wel een eerste keer? Want een eerste keer... Het was verkracht. Ja, voilà. En dus daarom was mijn eerste clubregel die ik voor de maagdenclub opstelde, was ook gewoon, jij bent nog maagd als jij jezelf zo voelt. En misschien
heb je al penetratieseks gehad en voelt je je helemaal geen maagd meer? Of wel nog maagd, maar het kan ook omgekeerd. Dus iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Want au fond, en dat is ook een beetje mijn boodschap uiteindelijk met heel het programma, doet het er gewoon niet toe, of dat je het nu nog zijt of niet. Ja, Huguette, die wil graag toch ook lid worden, want ze is ondertussen al 20 jaar single. Dus dat ik vond het wel grappig, want het is een reeks die gaat tegenover vooroordelen, maar eigenlijk ben je daar binnengestapt zelf met een vooroordeel, want je dacht, Huguette is wel nog maagd, terwijl het gewoon iemand is die al 20 jaar gewoon niemand meer is tegengekomen. Ja, inderdaad. En het is ook daarom, ik wil hier niemand met de vinger gaan wijzen, want ik denk ook nog op heel veel vlakken op basis van stereotype. Dus het is gewoon, ik weet niet, een werk dat we allemaal samen of zo kunnen doen. Nu, ja, wat doet die club dan? Hè? Want je zit nu in die club. Is het een toffe club eigenlijk? Het is nu niet dat er heel veel... Moet je spijt hebben dat we er geen lid van zijn? Ik denk niet dat er nog, voorlopig nog niet veel activiteiten gepland zijn. Maar het gaat gewoon ook een beetje over representatie. Ik denk dat het daarvoor is. Dus eigenlijk gewoon dat je... Ja, gewoon mensen hun verhaal komen doen. En het voelt een beetje awkward natuurlijk om dat in het publiek te doen. Maar het is ook een beetje de bedoeling om open te zijn en voor mensen duidelijk te maken dat het kan, dat het bestaat. Dus. Maar het is eigenlijk niet problematiseren, of het is eigenlijk ook vooral tonen. Normaliseren. Ja, voor mij is het echt normaliseren. Ik stond vorige week of 2 weken geleden stond ik in alle boekjes en in alle kranten van Lidewij is nog maagd en oud zich als maagd. Ik had eerlijk gezegd zoiets van... ik begrijp het natuurlijk wel, hè, maar eerlijk gezegd had ik zoiets van... Ik verlang zo naar een dag dat dit gewoon geen nieuws waarde heeft. Ja, jij maakt het natuurlijk nieuws door er een programma over te maken. Ja, dus het is ook wel mijn eigen schuld natuurlijk. Dat geef ik toe. Maar ik hoop dat er ooit een dag komt, en dat zal tijd nodig hebben, waarop dat je gewoon als je aan tafel op café zegt van ik heb nog geen seks gehad, dat dat echt no big deal is voor niemand. We weten natuurlijk allemaal sinds Bill Clinton ook de definitie van seks natuurlijk, hè, een in te vullen begrip is. Wouter zegt het eigenlijk, hè, de club bestaat al, maar doet eigenlijk nog niet zoveel. Nee, omdat we nog niet zo... Mijn plan is altijd geweest, we beginnen er echt volledig aan als we 30 leden van boven de 30 hebben en dan geef ik een groot maagdenfeest. Dat maagdenfeest is er nog niet van gekomen. En die 30 is voor mij ook geen limiet als we met 100 of 200 of 300 zijn, want 7% van de 30-plussers is nog steeds maagd, dus dat zijn er best wel veel. Ja, dan denk ik dat voor mij meer als maar ze mogen ook jonger zijn dan 30. Waarom is dat zo belangrijk dat ze ouder zijn dan 30? Dat was gewoon, ik was ermee begonnen op mijn 30. Ondertussen ben ik ook al 31, maar ik dacht van, dat is wel een mooi getal in de zin van, dat klinkt een beetje fout hoe ik dat uitdruk. Dat komt niet zo heel juist over. Maar ik had zoiets van, als je boven de 30 bent, dan is er wel een reden of zo. En er zijn heel veel redenen waarom je nog maagd zou zijn. Terwijl, ik druk het niet juist uit, maar je snapt dat waarschijnlijk wel. Als je 25 bent, ja, er zijn heel veel jongeren die gewoon op hun 25 nog niemand zijn tegengekomen of zo. Dus ja. Maar als ze jonger zijn dan 30, mogen ze ook altijd komen solliciteren. En zal ik er eens over nadenken, want ik maak wel uitzonderingen. De club start woensdag. Wat wil je nu nog bereiken? Wil je een groter groep, 100 mensen in de club? Zoveel mogelijk. Want ik denk, met hoe meer gezichten dat we zijn, hoe meer dat mensen hopelijk zoiets hebben van maar dat zijn gewoon allemaal mensen. En dat is ook zo. Die dat ik en ze kunnen ook mailen. Wel, ik heb een e-mailadres van de club, demaagdenclub@vrt.be. Laat maar komen. Krijg je dan een badge thuis of zo? Ja, er zijn lidkaarten, er zijn t-shirts, er zijn truis. De holsje bij. En hoeveel kost het? Het is gratis en alle uitstappen zijn inclusief. Super. Voilà. Ik sta een beetje achter op mijn administratie, maar ik antwoord sowieso op elke mail. Het kan wel nog een week of 2 weken duren, maar er komt zeker een reactie van mij. Oké, super. Maar we weten dus allemaal wat gedaan. Ofwel lid worden, ofwel vooral ook kijken natuurlijk. Hè. Want woensdag om 9:30 opent dus die Maagdenclub haar deuren hier op VRT1 en VRT Max. Ja, en deze studio is vandaag ontmaagd. We sluiten zo meteen de studiodeuren. Maar niet voor u te vertellen dat we volgende zondag Thomas Dermien te gast hebben. De PS-staatssecretaris voor Relance. Want die heeft een boekje geschreven, Walen werken wel. En daar willen we natuurlijk alles over weten. Ja. En Veerle Batens komt ook langs. Haar regiedebuut is klaar. Het smelt en dat willen we uiteraard ook zien. Hopelijk samen met u. Afspraak volgende zondag 11:00. Graag tot dan. Dag.